kijk voor mezelf als journalist, dus niet zozeer als de persoon wil, maar als journalist in mijn beroep. Dan had ik ook al wat vraagtekens van, maar hoe kan dat? En die vragen zijn niet beantwoord. En naarmate die zaak zich ontwikkelde en het ging naar de rechtszaak, dan kwamen er nog meer vragen bij en ik ben me gaan verdiepen. En ik wil meteen aangeven, want soms denken mensen, het is jammer dat eigenlijk weinig collega's zich verdiepen. Het is geen natrap, maar ik denk dat we ons meer moeten verdiepen echt in deze soort zaken. Want het gaat nu om een paar bonzen. Maar deze zaak heeft mij geleerd, Cliff, dat eigenlijk Usribi in een contradictie. En dat er bij onze rechterlijke macht, met name rechtsprekende rechters en het Openbaar Ministerie, dat er daar toch nog wel wat vragen zijn die je in lijn moet brengen of moet een relatie moet maken met regionale en internationale wetgeving. Zeker als het gaat om de rechtszekerheid, maar ook om mensenrechten schendingen en dat soort dingen. En ik heb mij dat als journalist heb ik het met aangetrokken, beroepsmatig. En soms denken mensen van, ja, waarom schrijft hij zoveel? Waarom praat hij zoveel over die zaak? En wat ik al zei, die vinden jammer dat eigenlijk we niet, dat niet veel meer mensen zich verdiepen in deze zaak. Omdat er dus echt wel interessante dingen zijn in deze zaak, die de aandacht vragen. En die eigenlijk te maken hebben met het welzijn van die samenleving en in verband met rechtszekerheid, rechtspraak en met mensenrechten. En ik zei ze net nog aan iemand aan de telefoon voordat ik naar binnen liep. Bij mij, ik stel niet ter discussie de vraag van schuld of onschuld. Dus dat moet duidelijk zijn in mijn presentaties, in mijn schrijven, in mijn analyses. Dat ik niet ter discussie stel het vraagstuk van, zijn die mensen wel schuldig of niet? Niet aan de rechter, ik ben niet advocaat. Ik heb wel een dosis ervaring met rechtbankverslagen. Ik heb toen ik begon als journalist, zeker 11 jaar heb ik de rechtbank elke dag bezocht. Ik ben bijna 30 jaar in het vak. En dus nogmaals, ik stel niet de vraag, zijn die mensen schuldig of niet, ter discussie. Ik heb het dossier van deze zaak heb ik voor mezelf op nageslagen. En ik heb zelf ook vragen en in mijn analyses en in mijn artikelen probeer ik antwoorden te vinden. Ik laat mensen aan het woord. En natuurlijk heb ik een mening erover in mijn persoonlijke analyse die ik schreef voor de krant. Heb ik een mening over om zaken uit te leggen. En ik moet zeggen dat behalve dat ik het vraagstuk van schuld of onschuld niet ter discussie stel, want dat is voor de rechterlijke macht, focus ik op het dossier, op zaken die hebben plaatsgevonden. En ik kan een duizendtal in deze case opnoemen van zaken die hebben plaatsgevonden, waarachter ik als journalist wel vragen stel. Wilfred, vaker als ik bezig ben met Bakanatori, niet alleen hier, ook als je die dingen leest op FB, dan krijgen de journalisten een vlieg uit de pan. Mia een journalist, dus ik voel me niet aangesproken. Nee. Maar ja, ik ben wel mediawerker, no? Want een scheidslijn, een scheidslijn. Ja, maar de mensen zeggen, die journalisten van Suriname zijn zwak. Ik koppel het aan wat je daarnet hebt gezegd. Want ze onderzoeken niet. Wat kan je vertellen over de kwaliteit van onderzoeksjournalistiek in Suriname? Want ik kijk ernaar, nogmaals, ik ben geen journalist. Ik doe wel het nieuws en zo. Maar de tijd om te gaan onderzoeken, informatie en info G, geloof me, mino, abatend dat die. Want ik neem aan, je moet bellen of je moet naar iemand toe reizen. Het kan voorkomen dat iemand zegt van, hey, no, meneer, ik kom niet in de studio, want ik wil niet eens in uw buurt gezien worden. Maar rij met mij naar zo'n locatie, dan ben ik een dossier. Bij wijze van spreken, ja, toch? Wat is de kwaliteit? Hebben we inderdaad onderzoeksjournalistiek in Suriname? Er zijn een paar journalisten die hun best doen. Mm-hmm. Maar onderzoeksjournalistiek zoals het hoort, dat hebben we echt niet. En ik weet dat bij de vereniging er nu gesprekken gaande zijn om dat een platform. Ik wil het, iemand zei, maar het woord platform voorlopig niet gebruiken. Of commissie. Of commissie. Maar goed, je moet dus een doortje. Mm. Maar ik wil dat men bezig is bij de vereniging om dat voor elkaar te krijgen en te stimuleren. Er zijn gesprekken gaande, maar de kwaliteit. Kijk, maar waarom hebben we het niet? Wat maakt? Is het zo moeilijk? Ja, dat ga ik uitleggen. Kijk, het is
Je kan de journalisten, verslaggevers en zo niet helemaal kwalijk nemen. Onderzoeksjournalistiek vereist een aantal zaken. Het vereist de tijd. Het vereist een programma. Het vereist een goede voorbereiding. Het vereist van de persoon zelf, de journalist, vereist het eigenlijk een zekere mate van algemene ontwikkeling en kennis van vraagstukken. En het vereist een belangrijk aspect, financiën. De meeste journalisten, als ze nou freelancers zijn of als ze vast in dienst zijn bij een mediahuis, de man tijd eigenlijk zo aan tijd gebonden en vooral aan financiën van het deed. Ze moeten elke dag presteren, een productie maken. En zo lees je met wang of toeproductie, dat je breed die snel, zonder voor onderzoek. Maar onderzoek is ook een telefoontje hoor. Maar als aan zei Taki, is dat nu het geval of was het in tijd? Want je zegt je bent al 30 jaar. Altijd was het, was het anders toen? Het was, het was een beetje anders. Kijk, nu heb je social media. Het nieuws is heel snel. En social media is sneller dan de traditionele media. En ik maak altijd het verschil social media, met respect voor social media, wat nou een boel zijn niet, maar ik noem vaak de berichtgeving onbetrouwbaar of asociaal media, omdat er dus geen journalistieke spelregels daarin zitten. Ja. En vandaar dat je ook heel wat fake news krijgt. Mm-hmm. En Asana, wat onderzoeksjournalist, je onderzoek, het woord zegt er, je onderzoek. Waar we een vorig jaar een symposium hier gehad, check, double check. Dat wil zeggen, je gaat checken, je gaat onderzoeken. En vaak genoeg heeft onderzoek niet alleen maar te maken met geruchtmakende kwesties. Toch? Dat kwam aan voor hoe money dikt die en die. Het kan ook zijn iets anders dat een geval, niet meer het geval, maar van die baby's in AZ. Dan ga je onderzoeken. Mm-hmm. En dat kan een paar dagen duren. Het kan ook een dag duren. Want onderzoek is ook een telefoontje. Toch? En maar onderzoek is eigenlijk, je gaat kijken naar de achtergronden. En dat kan gaan betekenen dat je dingen moet gaan downloaden. Je hebt MB's nodig, misschien heb je gigabytes nodig. Mm. En als je geen vaste internet hebt, dan moet je het betalen. Je hebt telefoon nodig, je kan niet altijd op WhatsApp bellen. Je hebt mensen tellen op prijs als ze gewoon via een normale lijn gebeld worden. Je hebt tijd nodig. En als je elke dag één of twee producties moet maken voor een medium waar je voor werkt, kom je er niet aan toe. Anders heb je voor die dag geen productie. Het zou anders zijn als eigenaar van media, huis bij Takitak, meneer Limburg. Je wilt dat je onderzoekers aan je geven, een geval die zie. En dan wordt er daar dus een regel voor getroffen over de compensatie. Als het nou de tijd is, financiën. Maar een belangrijk aspect bij onderzoeksjournalistiek is het programma dat je maakt als journalist. En ik denk dat dat heeft te maken met de kwaliteit. Onderzoeksjournalistiek, je moet een programma hebben van aanpak. Anders ga je geen goede onderzoek kunnen doen. Hebben de mensen dan gelijk? Dat de kwaliteit. Mm. Het is, maar je moet het hebben gelijk, maar met nuance. Want het ligt niet helemaal aan de journalist zelf. Omdat die aspecten die je hebt genoemd, die hebben met meerdere mensen te maken. Of je kan zeggen, als journalist, ik werk helemaal voor mezelf. Mm-hmm. En ik ga dus fondsen aanspreken. En die zijn er ook hoor. Je hebt fondsen voor onderzoeksjournalistiek. Je gaat fondsen aanspreken. En ik schrijf een project. Een programma. Want al die fondsen vragen om een programma. Mm-hmm. Om een programma dat ik dit ga onderzoeken. Ik ga daar publiceren. Dit zijn mijn referenties. En dit gaan mijn deliverables zijn. En dan kan het gesponsord worden. Pardon, gesponsord worden. Maar dat is ook een vraagstuk. Door wie laat je je sponsor als onderzoeksjournalist? Ja. Niet je, want een keer kan je sponsor ook krijgen van iemand die belang heeft bij je onderzoek. Mm. Dus je moet ook kijken naar de fondsen, dat die fondsen dus geen inspraak maken op jouw productie. En zeker als het gaat om politiek, dat de mannen dat je om je want dat je schrijft als aan die zie, dan is het geen onderzoeksjournalistiek meer. Ja. Niet je, en onderzoeksjournalistiek is helemaal nou, heel onafhankelijk zijn. Heb je in je carrière iets een product gepubliceerd waar goed onderzoek aan vooraf gegaan? Natuurlijk allemaal, ik schrijf niet zomaar een stuk, maar waarbij echt onderzoeksjournalistiek aan de orde gekomen is. Ja, de laatste. Ik heb een aantal gedaan, maar de laatste bijvoorbeeld was in 2018. Mm-hmm. Waar ik met een collega van het buitenland, dat is ook zo een gesponsord project van een media, die verbonden zijn aan Amazone
in Amazone verband, is ons gevraagd om onderzoek te doen naar de kwikgebruik bijvoorbeeld. En dat onderzoek hebben we gedaan, dus voor akwik ik kon stranang op je Amemoto en zo. En we hebben daar een aantal artikelen over geschreven. Onderzoek hebben we gedaan in Suriname, Guyana, Guyana, Kastranang. Daarbij en dat dingen geslapen, bij Vijkaring in Ikeri geslapen. Dus je gaat de tijd in stoppen, toch? Maar dat project is toevallig, had een sponsor gekregen om voor onderzoek te doen. En gelukkig voor mij, dat project, is genomineerd door de Pulitzer Prize Instituut. Om in aanmerking te komen voor de One Media Award. Maar die onderzoek was moeilijk, Tori? Dat bedoel een vaarlijk moeilijk, Tori, eigenlijk. Dat bedoel een vaarlijk moeilijk, Tori, want je moest gaan zoeken naar smokkelaars om mee te praten. Om gewoon binnenland te gaan naar die gouddelvers. En een aspect daarin wel bijvoorbeeld van, niemand wil eigenlijk zeggen hoe die kwik eigenlijk het land binnenkomt. En anders kom je aan die mensen hun brood. En niemand wil bepalen. Het was een heel moeilijk onderzoek. Een ander onderzoek dat ik heb gedaan was ook in 2018 bijvoorbeeld met de SLM. En daar heeft het veel stof doen opwaaien. Omdat ik ook vrijwel de enige journalist was die zo diep in het ding ging. En ik weet dat de SLM erg boos is geworden. Aan alle stof en men wilde weten van waar komt hij met die informatie. Van waar komt het dossier. En Bij dat onderzoek, dat heeft heel veel tijd gevergd om tot informatie te komen. En natuurlijk, vaak genoeg gaan mensen, zeker als je, dat is ook een aspect hoor, het is goed bij onderzoek om samen te werken. Om samen te werken met een collega. Hmm. En het geeft meer body, het geeft meer betrouwbaarheid. En ook veel bronnen op te brengen. Want vaak, sowieso zal men wat je produceert proberen te weerleggen of te weerspreken. Maar hoe meer samen je werkt, hoe meer bronnen je hebt, hoe meer informatie je hebt, hoe meer betrouwbaar ook je productie is. Maar je zegt, het heeft de aandacht. Erik, ik blijf erover praten, omdat ik vaak zie, ook in het geval van de First Lady en de RVC, heeft iemand mij gezegd van, maar jullie kletsen, jullie leveren alleen maar kritiek. Heeft een van jullie ooit echt gaan onderzoeken hoe dat zit met die statuten? Laat die statuten gepubliceerd worden, begrijp je? Maar wie gaat onderzoeken als die mensen wel inderdaad eruit zijn of niet, want we horen niks. Begrijp je? Dus je krijgt dat soort dingen naar je hoofd toegeslingerd. Maar dat klopt. Kijk, ik om een voorbeeld te geven in dat geval. Ja. Dat ding komt, de First Lady is benoemd. We weten dat de staatsolie een eigen beleid heeft. Dat zijn ze verplicht internationaal hoe hun structuur eruit moet zien. En dus dat is al een beetje onderzoek. Nee, je gaat zoeken aan structuur. En dan kom je tot de ontdekking dat eigenlijk er termijnen, maar ook profielen zijn bij staatsolie, bij de structuren van staatsolie, van mensen die in hun structuur moeten zitten. Waarom is dat gedaan? Omdat een buitenlandse investeerder, dus dit is nou een onderzoek toe, een buitenlandse investeerder wil zekerheid hebben over de structuur van die maatschappij waar hij mee in zee gaat, waar hij miljoenen dollars investeert. Mm. En als de structuur faya is, daarom laatst heeft een staatsolie ook aangegeven van dat ding moet wel binnen een bepaald profiel vaststellen. Dus, en wat dat betreft, ik denk dat het ook sowieso zou komen. Dus, behalve, zeker omdat die gemeenschap daartegen heeft geageerd, zou het sowieso komen. Omdat staatsolie heeft over het algemeen een profielbeschrijving van hun mensen. Mm. En waarschijnlijk het EGAR voor de president, First Lady, is het niet zo. Maar het zou veel problemen geven bij de investeerders. En dat zijn dingen die als journalist gaat onderzoeken. Je komt en dan leg je uit dat we zetten onszelf in gevaar. Mm-hmm. Toch? Of de president met die benoeming kan in gevaar zetten. En ook bij EBS. Maar EBS niet zozeer, maar zeker staatsolie. Want die statuten zeggen zo, de structuren zeggen zo en dat soort dingen. En dat soort dingen, er moet onderzocht worden. Dus die mensen hebben vaak genoeg gelijk. Maar nogmaals, het is een beetje genuanceerd. Maar het is nu echt wel tijd dat journalist, ik ga onderzoek morgen. Ik ga dikkie morgen. Ik ga check feiten morgen. Om achter de waarheid te komen. Mensen, dus daar horen jullie dat. Jullie hebben gelijk. Maar wat zouden we in het takkie? Wie is die abba gelijk? In afbeerend je de mensen. Van ja, waardeloos. En die ziet dat. Zij alleen maar
microfoonhouders en... Ja, maar kijk, over het algemeen moet je als journalist ook wel bestand zijn. Want je kan niet iedereen tevreden stellen. Dus als je gaat letten... Het komt steeds terug, het toch? Komt steeds terug. Maar als je gaat letten op dat mensen kritiek op je hebben en dat ding... Daarom moet je ervoor zorgen dat je onafhankelijkheid bewaart. De onafhankelijk. Toch? En in een verdedigingsrevie. Maar in de onafhankelijk. Toch? In afhankelijk in een zin dat je niet sabi dat je schreef of sabi. Dat je in een microfoon naar feiten. In een kies conscience van vorm. Gewetensvroeging. Juist. Ja. Toch? Dus je weet van sabi tak dat je schreef naar feiten. Een journalist werkt met feiten. Daarom is onderzoek het natrekken, het checken, dubbel checken van feiten. Bronnen checken. En bronnen hebben ook een belang. Dus in een goede natuurtje voor een bron. Want bronnen hebben ook een belang. Bij dat ding wat ik noemde bijvoorbeeld, double check het symposium, was ik een van de trainers. En ik heb toen uitgelegd de 4 hoofdbelangen van een bron. Een klokkenluider. Een klokkenluider heeft altijd een bron. Heeft altijd een belang. Toch? En het belang kan zijn dat het beste belang is dat het heeft een algemeen belang. Die man is zo mee ingenomen met het feit dat bijvoorbeeld... Kon je dat maar een voorbeeld? Want die man moest begrijpen, dat zijn voor bronnen ook toe. Ja. Want ik constateer ook dat vaak genoeg de mensen dat niet begrijpen. De man denkt, dat heeft de man zijn oorzaak niet. Ja. Dan begin baring. Ja. Is dat niet ook zo? Nee. Zelf wel eens met een boombeetje blunder van dat betreft. Elke keer praat ik erover. Ik ga je eerlijk zeggen. Mogi atori bakawang. Isabi wa ekte matif me bel me. Era ma taai mi tak. Wan bekende regisseur dede. Ja. En ik heb het in bagan natori SRS. Dami. Gemeenschap gecondoleerd met het daarom je voorzichtig naga. Ja. Primeur naga dede wat ik daar heb meegemaakt. Heel gevaarlijk. Daar heb ik de hoe zeg je dat? De condoleances overgebracht. En ik was nauwelijks uitgesproken of die telefoon ging over. Amal gaat de baby. Nou, zijn dochter. O jee. Maar Limbo, wat doe je met de familie? Is gewoon verstaan. Dan zitten we elke middag naar je te luisteren. Dus, ik stond daar. Die had me met Napoet in een presentatie. Dus ik kon er gewoon zakken. Tuurlijk. Nog meer, omdat op een gegeven moment... Die dochter zei van... Wacht, ik geef je mijn vader. De man van wie ik zei van... Amal dede. Dat ik denk, dat kan maar boorak nam tapo de Samsung mi moro. Die man kwam aan die telefoon zeggen, ik zei, sorry. En die man zegt, ach jongen, kom, het kan gebeuren, man. Ik bedoel, je kan wel eens een foutje maken. Vaak nice. Ai, dus nice. Dat heeft me. Maar de mensen moeten het begrijpen dat je dus, stel ik zou bellen, misschien kunnen we dat uitleggen hoe het werkt. Wilfred Fouaka, Namija Jong. Je hebt wat informatie, jong. Nu dit, op een moment, die zie. Mij heb wat info dat een president benoem een zoon like, hoofd buitenlandse betrekkingen rechtstreeks onder kabinet. Yeah. Ik ga shoot, die is naar 100. En ama erok het rapet op een kabinet. Kon dat John erok het op een kabinet. Is dat dan al voor jou betrouwbaar? Want als je weet dat je daar werkt, kan je het blindelings brengen? Nee. Het is helemaal geen betrouwbare bron. Een bron is pas betrouwbaar wanneer de journalist de bron en de informatie van de bron heeft nagetrokken. Dus niemand is per direct een betrouwbare bron. Niemand. Vaak genoeg is die informatie, bijvoorbeeld zei ik, behalve die 4 aspecten van het belang dat die bron heeft, kan er iets van waar zijn in die informatie die je geeft. Het kan dit true. Maar de manier zoals jij het nu zegt, heeft het al een toon van affaire, van tegen. Een journalist is nooit tegen. Een voor. Maar de manier hoe je het met die informatie geeft, kun je naar John of een 5 voor Terrein Loo, heeft het alvast iets van tegen. En een boom, en dit. Want misschien is de benoeming inderdaad waar. Maar die bron, dat is een van die 4 belangen, heeft het belang om het op een zodanige manier te brengen. Omdat John Bewanapos. Dat is één belang, heeft dat noemen we het persoonlijk aspect. Mm-hmm. Je hebt persoonlijk aspect, financiële aspect, je hebt het raak aspect, je hebt het algemene aspect. Maar kan je Amambewanapos? Dat is het persoonlijk aspect, heeft een persoonlijk voordeel. Een financieel voordeel, kan je Asson Muspayamang.
toch, of, of als hij die post had gehad, dus een combinatie van die belangen, mm-hmm. dan zou hij zowel financiële als in positie op vooruit gaan. Ja. Maar mijn boss had Tori uit Irak. Is dat niet toch? En vaak genoeg, informatie true, maar waar vaak heel veel journalisten de mis in gaan, of kunnen gaan, is dat zij eigenlijk die informatie brengen met die intentie van de bron. Dus dat informatie true. En dan, waar loopt het met een sisser af? De overheid komt en zegt, en geeft aan, dat die heeft het zwaar, maar de wet zegt dat, het mag zo en zo. Waardoor je eigenlijk die toon die je hebt gezet, afbreekt en eigenlijk informatie gaat verloren vanwege die toon die je hebt gezet. Dus zet geen toon, ga met de feiten. Kom met de feiten, want informatie kan true. Maar omdat Abron charing op zo'n manier naar jou, en in de journalistiek hebben we zoiets van engagement of niet, dus de betrokkenheid bij het nieuws, hoe zit dat, kan je afstand nemen, kan je geen afstand nemen, waar, en dat is heel moeilijk raakvlak hoor, want zo lees je, je kan gewoon aanmerking langer van geheime informatie, waar bijvoorbeeld kinderen worden verkracht of kleine kinderen worden moeten arbeid verrichten, toch? En dan is het voor sommige journalisten is het heel moeilijk om die engagement toe te passen, toch? Om afstand te nemen en niet persoonlijk te worden. Dus ik zeg altijd tegen mensen, ik ben al lang in het beroep, journalistiek is een gedefinieerde wetenschap. En een zomaar je dwing eigenlijk. En je moet je eigenlijk dagelijks in scoren schrijven. En wat je zei over die kritiek, ja, dat moet je meenemen. Want je kan het iedereen tevreden stellen. Maar het ligt ook eraan hoe het medialandschap in Suriname journalistiek neerzet in het land. Weet je? Sommige mensen hebben een verkeerd begrip van journalistiek. En je hoort in een presentatie, in een schrijven, zeer duidelijk dat zij behoren tot een bepaalde groep, een bepaalde stroming. En op zich aan een fout, maar het is altijd gevaarlijk. If you, je bekend kleur als journalist. In een functioneer boom, je betrouwbaarheid gaat eraan. Ik moet stel je een vraag. En eigenlijk, mensen, jullie moeten goed luisteren, want deze dingen zijn belangrijk. If you're a journalist, in die case van Guyana, mensen, hoor die spouw komen zo op dat van de centrale bank. Maar eenmaal, Wilfred hier is de Jip Ching, verkaars, en hij doseert, no? Nee, je doseert nog nodig. If, vast aan je plek aan die Guyanese, toch? Dat je kiezen ruimte om te praten als journalist van Suriname met Irfan Ali of Barat Jagdeo. Dat Irfan Ali in een interview een leg uit. Ach, die Surinamers, zoals mijn vicepresident dat gezegd heeft, er is toch een corrupte bende daar aan de andere kant. Sorry meneer Lewin, ik begrijp u bent Surinamer, maar dit interview, ik vind dat ik dat moet zeggen als Guyanese staatsman, president. Mm-hmm. En laat het wel duidelijk zijn, wij gaan geen duim. Wij vinden dat dat gebied, Tigri, Guyana toebehoort. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. No doubt about that. It's ours. Als jij dat brengt als journalist, ben je anationaal? Absoluut niet. Absoluut niet. Ik had eigenlijk een andere vraag verwacht. Misschien op die andere vraag nog. Oké, maar deze vraag is absoluut niet. Dat is informatie. Je bent daar als journalist. Irfan Ali, president van Guyana. Die zegt dat jouw land corrupt is. Die zegt dat mijn land corrupt is. Ik ben daar als journalist. Dus dat heb ik niet van die engagement of niet. Je moet afstand kunnen nemen van het nieuws. En je mag geen onderdeel zijn van het nieuws. Dus je bent geen Surinamer? Je bent Surinamer, maar je bent journalistiek is een beroep zonder grenzen. Mm. Ook in je eigen land, geen grenzen. Wanneer je mij als persoon dat tegen mij zou zeggen in een normaal gesprek, we drinken een borrel of we jouw roti samen, toch aan tafel, toch, even Ali. Dat stuur je met zijn M. Nou, maar ik ben aan discussie, ja. Toch? En hij gaat me ook op wijzen voor dat jongen,
Ik voel het, hoe kom ik er een beetje... Maar een journalist heeft geen regionale grenzen in zijn werk. Dus hij krijgt de informatie, je moet het brengen. Je moet het brengen. De clue is, om dan bij zo'n zware beschuldiging van een staatshoofd naar een ander staatshoofd, ik kan niet zeggen mijn staatshoofd, je bent daar journalist. Zo'n zware beschuldiging van een ene staatshoofd naar een ander staatshoofd, dan moet je dat direct gaan dubbelchecken. En je moet direct eigenlijk, als het kan, het nieuws brengen met, als het kan, een wederhoor van iemand van de regering, of de regeringswoordvoerder, of de woordvoerder van de president. Maar dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Mm. Als journalist, elke journalist weet dat je afstand moet nemen en dat je moet aan nieuws komt. Maar welke vraag je verwacht? Ik had verwacht dat je me zou vragen hoe ik mij persoonlijk zou voelen en opstellen. Want dat is vaak moeilijker voor mensen die niet echt begrijpen. Dat komt overeen met de eerste vraag. Ja, toch? Want het komt eigenlijk overeen. Maar eigenlijk heb je die vraag al beantwoord. Ja. Jouw antwoord zit in de beantwoording van de eerste vraag. Ja, precies. Van hoe ga je ermee om? Maar als journalist, er zijn geen borders voor jou als journalist. Dat is nieuws. Je moet het brengen. Maar weet je over het nieuws, want je zei van, je vraag was als je een nationalist bent, no? Ja, dat is mensen. Ja. Weet je wat dat ding is? Buiten de microfoon, maar Thaïs, ja. Helemaal snel je afvraag. Maar ik heb z'n aanzien, want journalisten moeten nieuws, journalisten zijn nieuwsmakers. Hmm. En wat ze met dat afgelopen 3 jaar dat ik sterk op ben, me sterk voor maak, is laten wij het nieuws maken. Laat niet die UBD, trouwens is op me. Die UBD naar wat zijn de baka? Abiro. In omkara, nooit in omkara was hij niet. Nooit in omkara, die in tak en ie. Oké, in omkara. Nooit in omkara was hij serieus. Nee, in de mimiek mimic party. Maar oké, en ie, no? Ja, en ie. Je hebt toch meegemaakt. Meneer, go blindelings in tabberichten zei IBC en kom. Ja. Toch? En dat kan je van veel andere journalisten ook zeggen. Nu doe ik hetzelfde met CDS. Ik doe hetzelfde nog steeds. Ik wel precies toch. Want nu, ja. Omdat je moet het nieuws beheren. De man is in de komt. De man is in de komt. Waar zoveel vragen in zitten. En het nieuws eigenlijk ergens is weggemoffeld. Helemaal onderin. En eigenlijk een propaganda eigenlijk machine eigenlijk is geworden. En je laf gewoon is allemaal. Dus als journalist nou. Noem te kassen en publiceer zomaar. Eigenlijk nou wat eigenlijk nou een misdaad in haar beroep. Dat we tik wat NII of wat CD's bij we klakkeloos over. Naar propaganda, toch? Dus je moest elkaar nieuws. En soms is het nieuws daar, dan moet ik het wel brengen. Soms kan je niet onderuit. Maar wat ik vaak doe, mijn schrijver hier, Sani, ja. Heb ik informatie. Ja, is deze recht meer lezen van bericht voor de man. Alles aan de man, vijfkara woord. Verkara wordt aprodio, ander woord van prodio, elke onbezoldigd. Onbezoldigd, ja. Luko, maar moet ik het ook horen dat die Cliff, onbezoldigd. Want het is zoveel gebezen, en het is ook een stukje onderzoeksjournalistiek. Dus wat betekent onbezoldigd? Als je natrekt, dan ga je zien dat je man heeft niet op de betaalrol van de overheid. Maar liever, wat zei dat? Want wat hij allemaal kreeg. Aan toestanden, aan die privileges. Dat is veel meer dan dat. Dat is 100 maal. Dus de mijn crime, de mijn horen tegen dat jongen. Het is onbezorgd, die mijn advies en deze. Maar je gaat kijken naar de privileges. En de dingen die de man toekomt. Dan denk je van jongen, morgen betrekken we gewoon wat salaris. Ja, die mannen willen ons gewoon gek maken met dat woord. Ik bedoel, ik vraag maar waarom zeg je dat ook steeds weer? En het probleem is, wat ik me ook aanstoor, is dat mensen. Overheden vaak denken dat zij alles weten en dat dit soort gekke dingen, toch, met voor de gekhouderij, dat mensen het gewoon moeten slikken en dat de mensen dus niet zelf over kunnen nadenken. Die case van de centrale bank, wat is er zo interessant aan dat ding? Je was in de rechtszaal daarnet. Ja, ik was net in de rechtszaal en het begint niet bij vandaag of bij gisteren. Het interessante aan deze case is wat ik eerder al zei. Vanaf het begin dat deze case is aangespannen door eigenlijk een van de verdachten zelf. Dat naar ex-minister Hoefdraad. Dat in Luku Cliff,
hoe die zaak is opgebouwd. En in Luku, en dat bedoel ik met wat ik eerder zei van, ik tel niet ter discussie wie, pardon, wie fout of niet fout is, wie schuldig of niet schuldig is. Ik kijk naar het proces, de gang van het proces, en ik kijk vooral ook naar wat de wettelijke regelingen zijn. Hoofdraad heeft deze zaak aangespannen. En ik weet niet als hij zich toen bewust van was welke snowball hij aan het rollen heeft gebracht. Waarin hij uiteindelijk ook zelf terecht is gekomen. Want het ding is aangespannen en op voordracht van een advocatenbureau hebben die mannen op voordracht van de advocatenbureau, een of twee A4'tjes, is het aangeboden. En op basis van die dingen is die zaak verder in mannen genomen. Dan kreeg je een vervolg met in staat van beschuldiging stellen, verdachten aan. Maar het eerste is al fout geweest. Dat is een gewoon journalistieke observatie. Waarom is het fout? De wet zegt verschillende dingen. 1. Tewang bij de bank en dat soort dingen moet er sprake zijn van corruptie. Corruptie, en als je verder kijkt, ik ga een paar dingen overslaan, zoals de heer niet die. Maar als je kijkt corruptie, is er een speciale, in 2017, een speciale anticorruptiewet aangenomen. In 2017. Kijk dan naar de tenlastelegging van al die verdachten. Is niet op basis van het wetboek van strafrecht. Wat geldt als een normale wet. De anticorruptiewet is een speciale wet. Dus in staat van beschuldiging stellen of aanmerken als verdachte moest op basis van artikel 13, het 1 van de anticorruptiewet. Dat is eigenlijk niet gebeurd in het begin. Die mensen zijn daarvoor al zelf bij het verhoor zijn mensen al als verdachte aangemerkt. Die wet zegt, we mogen niet uitgaan van assumptions na verdachtmakingen, dingen die je meningen, opvattingen. Er moet bewijs geleverd worden. Die commissie moet eerst aan het woord komen. Die wet moet eerst aan het woord. En die wet zegt, om dit te kunnen doen, heb je een commissie nodig. Ja, een commissie van nodig. Een onafhankelijke commissie die niet alleen gaat vaststellen dat er inderdaad sprake is van corruptie. En ik kom straks weer op het woord corruptie. Want sommige mensen denken dat het is een voer. Nee, je kan ook handelingen hebben gepleegd in je ambt. Dus daarom, terwijl ik stel niet ter discussie nooit die vraag van schuldig of nul. Nee, want corruptie is heel breed. Maar de wet zegt, dus eigenlijk als er nou een heel formele procedure staat in mijn optie fouten te gaan. Waardoor we nu een zaak hebben. Want als je die procedure goed gaat volgen, hadden we nu geen zaak. Daar ben ik wel van overtuigd als onderzoeksjournalist. Maar misschien bouwen we wel een zaak te hebben. Dat is, nou, ik heb vanmorgen in de krant geschreven dat die zaak een ander gezicht kreeg. Dat is een van de zaken die die zaak een ander gezicht geeft. Dus als je kijkt vanaf het begin, dan moet die anticorruptiecommissie niet alleen die corruptie vaststellen. Die anticorruptiecommissie moet ook het bewijs leveren. Het bewijs dat er corruptie gepleegd is. Ja, er moet een. En die wet. En dan wet, ga je terug, er is geen corruptie. Die wet zegt duidelijk, er mag geen redelijk vermoeden zijn van schuld. Het moet bewezen zijn. En nogmaals, we zijn nog niet bij het OM. Luister goed wat ik zeg, Arkie, boom. We zijn nog niet bij het OM. Want OM vervolgt. Toch? Die commissie moet eerst zijn werk doen. Kleef, tangat idee. A commissie niet bestaan. Vorige week hebben we wat voordrachten gehad. Van mensen om in die commissie benoemd te worden. Dat is één. Die wet zegt, pas nadat die vaststelling heeft plaatsgevonden van, het is corruptie. En ik zeg, corruptie is een brede, we hebben in Suriname een brede definitie van corruptie. En een voor money wang. Toch? Je kan publiekrechtelijke, je kan civiel. Er is een hele brede definitie van corruptie. Dan gaat die commissie zeggen van,
EOM kan inkomen voor vervolging. Dan krijg je een onderzoek. Zowel buiten de rechtszaal als dus bij de politie voor gerechtelijk onderzoek. Als onderzoek ter rechtszitting. Maar ik vind dat je een commissie nodig hebt. Dus eigenlijk, wat ik wil aangeven, zaak nog bij de voor het Openbaar Ministerie. Vooral als je kijkt naar de telastenlegging. Op basis van artikel 13 van de anticorruptiewet. Niet wetboek van strafrecht, anticorruptiewet. Kan ik zeggen dat op basis van deze, kan ik ze procedurele fouten noemen? Ja. Op basis van deze procedurele fouten, kan je met John Paul een stap toe zien vervaren. Dat daarom Interpol nog op een verzoek. Ja, je springt heel ver. Je bent heel ver. Ja, heel ver. Sorry. Maar ik laat me toch erop ingaan. Ga ik je uitleggen waarom je heel ver bent gesprongen. Omdat die volgende stap van het anticorruptiewet waarop is het staat van een beschuldigingsstelling. DNA. Ja. We kunnen zoveel kletsen en praten met elkaar. Er zijn regels die gelden zijn. Mi wan wet deze de maikaar wet in staat van beschuldigingsstelling. Gewezen en politieke gewezen en huidige ambtsdragers. In de zin. Wie pa de maikaar wet. Die wet is wel een onding, hè? Is, ik vind, natuurlijk wil ik net zeggen. Is een onding. Persoonlijk vind ik het een onding. Ja, ja, ja. Hoe kan dat? Toch? Het is een instrument aan de politiek. Ja, ja. Om zichzelf te beschermen. Mm. Is die aber meerderheid. Want dat type sa in het eerste. Dus ik zeg nogmaals, meneer Tak, ik hoef dat schuldig of niet. Maar het is een geldige wet. Die regering of die coalitie in het parlement in staat stelt. En om te zeggen van, die man moet wel in staat van beschuldiging gesteld worden. Dus, wanneer dat die geldende wet daar is, dan kan het parlement zeggen, hij is, en weet je wat erg is in die wet? Ik noem het erg hoor, maar het is een geldige wet. Die wet zegt van mij in artikel 11, de beslissing van het parlement, toch, heeft zodanige kracht, het gaat niet om wat die man heeft gedaan of wat die vrouw heeft gedaan, het gaat om het ambt. En de gemeenschap, die wordt, ik zeg met mijn eigen woorden, ik heb het meegenomen, de gemeenschap gaat daarmee meteen akkoord. Zeg ik met mijn eigen woorden, die ben onderhevig aan wat het parlement beslist. Mm-hmm. Dus wie is een besef van schuld of onschuld, daar beslist het parlement niet over. Het is een politiek instrument. En in die wet is het politiek instrument wordt verdedigd met wanneer het parlement zegt hij is schuldig, dan is hij schuldig. Hij moet in staat van beschuldiging gesteld worden, is het dat. Als ze zeggen nee, wil dat zeggen dat de beslissingen die zijn genomen, ook aan wie soort rechten denk ik aan de fout strafrechtelijk. Wanneer het parlement heeft gezegd, niet in staat van beschuldiging, wil dat zeggen dat de handelingen die gepleegd zijn door de persoon, die ambtsdrager, in het belang zijn van het land. Maar nu is het parlement twee keer uitgekomen. Dan vind je sprong heel ver. Suriname heeft Interpol nooit gezegd dat ik Interpol raak met de kranga in Europa woord. Is dit met de kranga van Afkati? Die in Amerika is ook toevallig een advocaat van meneer Hoofdraad. Maar Interpol heeft gelijk, man. Suriname heeft Interpol nooit gezegd dat die man niet in staat van beschuldiging is gesteld. Ze hebben het verzwegen. En ik vraag me af wat er is gebeurd met het OM van Suriname. Dus je bedoelt de eerste keer? Ja, de eerste keer bij de NDP-regering. Ja. Je moest dat aan Interpol zeggen? Weet je waarom je moet zeggen? Die in me kwam verzoek. Lever meneer Limburg uit. Want dit daarom het wanneer? Oh. Dat hoeft. Lever hem uit. Want hij heeft dat gedaan. Dan gaat er... En dat nam kies aan voor onderzoek ook. En ik heb het ook moeten leren hoor. Dus we zijn slordig geweest. Zijn verschrikkelijk slordig. Maar ik zeg niet alleen slordig. En dat neem ik voor op dat niveau kan je toch niet slordig zijn? Dat motiveert Interpol. Constant aan Suriname. Waarom doe je dat? Keer op keer. Waarom doe je dat?
Tot ik interkom, en dat wil ik uitleggen. Op het moment dat ik dat verzoek, gaat er een window weer krijgen. Window gaat open bij Interpol. Dan krijgen alle landen toegang tot die informatie in die window. En die informatie moet voorzien worden in het land die het verzoek heeft ingediend. Maar twee, Interpol op mijn structuur van horen en wederhoren. Dat is bij ons in nationalistiek. Dat die akkondere tak leven meneer Hoefdraad uit. Meneer Hoefdraad hebben recht op basis van BIPO, burgerlijke en politieke rechten, en op basis van de Inter-Amerikaans verdrag voor de mens, voor de rechten van de mens. Mag de persoon die wordt opgespoord zich verdedigen. Maar moet Interpol dan contact maken met die persoon? Interpol heeft contact gemaakt met die ex-minister. Dat ben Interpol van Amang? Dat mino sabi. maar die persoon kan ook zelf contact maken. In elk geval heeft Interpol aangegeven aan het OM, wij hebben contact gemaakt. We hebben hem gezegd van dit en dit. Dus Interpol is een paar maanden. En dat is een of tenminste van een bereikkamer. Misschien via zijn advocaten. Mm. Want dat kan ook. Laat me niet zeggen, alleen een paar maanden. Ja, Interpol heeft contact met hem gemaakt. Ja. Dus dan gaat die window open klif. Dan moet zowel de persoon als het land van aanvraag moet daar informatie in stoppen. Dat wordt er bij Interpol wordt er een onderzoekcommissie geïnstalleerd. En die onderzoekcommissie heeft regels. En de commissie is op, ja. Een platform. Maar met iedereen. Maar no. Gebruik het maar. Commissie naar een platform. Ja, vind ook, hoor. Ja. Maar hoe neemt zijn faces? Maar dat moet je leggen uit. Er zijn regels voor heel Interpol en voor die commissie. Hoe je het onderzoek moet doen. Mm. En iemand zei vandaag in de rechtszaak ook. Oh, Abou Issa Konfré. Ach, no. Toch? Hij zei in zo'n woord. Hij noemde een term van een toetsen. Het toetsen van schuld vindt hij moet gaan volgens een normen en standaarden. Want hij is zelf accountant, hè? En, ja. Maar daar kom ik straks op terug. Hij moet gaan. Dus ook daarbij Interpol. Wat is Interpol? Interpol is het grootste politieopsporingsapparaat. Niet in Suriname. Heer Grontapu. En de politie uitkeek. Toch? Heer Grontapu. Mm. En alle landen hebben toegang tot die window. Er zijn regels. Je hebt eerst drie hoofdregels, toch? Interpol mag niet aan politiek doen. Dan heb ik Interpol gezwaar. En daarom heb ik toen dat ding zo kwam van, ja, er is geen politiek ding en Interpol heeft geen standpunt ingenomen. Met dat, jongen. En dat wat ik je eerder zei. De tijd is modern geworden. Journalisten hebben overal toegang nou. Hmm. Ik had al heel snel dat ding van Interpol. En met dat, jongen. Je wordt op de vingers getikt, eigenlijk, als land. Ja. Dus dan, je hebt regels, drie hoofdregels en zeven specifieke regels waaraan een onderzoek van Interpol mag voldoen en hoe Interpol wel tot uitvoering kan overgaan voor Amalas en Akondri Isuko. Dus de Interpol heeft dan iets voor een aantal jongen in verschillende momenten. Let op de Sandisi, geef ons informatie en geef ook aan dat dit is aan de politiek. Waarom? Interpol zegt op een gegeven moment van Lukuno. Je verzwijgt informatie voor ons. Want nu blijkt uit het wederhoor van die persoon die je opzoekt, dat hij twee keer in staat van beschuldiging is gesteld. Door twee politieke regeringen, één keer wat in hetzelfde zat en één keer die andere. En ik kijk naar die orde van hoe een staat van beschuldiging moet gebeuren. Dat niet klopt. Op basis waarvan? Maar even, is dat dan niet broeiend voor Interpol zelf? Want Interpol zal zeggen van oké, die NDP-regering die werkt niet mee, of althans die coalitie, toch? Dat kan ik begrijpen. Nu krijg je andere coalitie, dat kan ik ook begrijpen, dat die er wel voor te vinden is. Is het niet... Nou, broer, je Interpol. Ze komen snel tot de conclusie dat het nou politiek zal niet plegen. Hmm. Interpol mag bemoeien naar politiek, dat naar artikel 3 voor de statuut. Artikel 3 voor Interpol statuut. Zodra de imagie dat je nou politiek zal niet plegen, ja zo, weg. Wegblijven ervan. Het kan alleen maar de opsporing uitleveren, aanhouding op opsporingslijst plaatsen kan alleen wanneer blijkt dat de man zich heeft schuldig gemaakt aan de nationale wetgeving, dus het wetboek van strafrecht. En Interpol vraagt daarnaar. Interpol heeft zelf in een 11-tellend pagina gezegd van kijk, die wet die je mag geven, toch? Een anticorruptiewet, is ook een nationale wet. Verduidelijk het. Maar geef aan. En als ze die wet aan Interpol hadden gegeven, dan was Interpol waarschijnlijk nog ook tot de conclusie gekomen van die wet voldoet. Dus we konden niks produceren. We konden niks. De Suriname
dus die commissie in Suriname, OM-commissie, kon niks produceren om Interpol tevreden te stellen van put hem op mijn lijst, hoor hem maar op, hoor hem maar aan en lief hem uit. Om ook te springen hoor, op aan het einde Interpol takitak luisteren, doe je dat niet? Ik zeg maar mijn eigen woorden, doe je dat niet, maar ik sluit die window, je mag geen gebruik maken van onze kanalen en voor onze die case afgedaan. Want je hebt nu kunnen weerleggen dat hier aan de politiek zijn de plek. Sterker nog, Interpol tegen maar luisteren. Wat man, in een trappolitiek arena, voor het tweede instelling van beschuldigingstelling kon, man, tak jongen, als die tweede instelling van beschuldigingstelling kon, voor bij de oppositie, man, dat als we verkiezingen hebben gewonnen en tweede instelling van beschuldigingstelling aanvraag komt, gaan we dat toewijzen. Interpol toch wel waarom verzwegen dat voor me. Dus al deze dingen hebben Interpol tot het standpunt gebracht van Eluco, dit is niet voor ons politiek, laat zien, die dingen, maar voor mij niet. Maar dit is wel bedroevend voor ons als natie, hè? Want eigenlijk kan je als land nooit in die positie gebracht worden. Het is jammer voor Suriname. Sorry. En het versterkt nog meer de uitspraak, zei mij Taki, dat het rechtssysteem gepolitiseerd is. Ja, inderdaad. Wat doen we eraan? Weet je, daarom zeg ik, de journalistiek moet heel onafhankelijk blijven. En met feiten op tafel komen en feiten weer leggen. Omdat je moet niet meedoen met die discussie om te zeggen dat een... schuldig of niet. Moet niet meedoen met die discussie. Je moet feiten op tafel leggen. En daarom leg ik zoveel uit dat waarom ik bezig ben met deze kwestie. Ik leg feiten boven tafel, zodat mensen hun ogen en oren geopend worden om zelf een besluit te nemen. En wat we ook hier in Suriname, dat mensen, dat zien we bij het stemmen, bij de verkiezingen, dat mensen niet gaan op issue, op feiten, maar op sentimenten en een soort patronagesysteem van ik ben afhankelijk van die overheid of ik hoor bij die partij, weet je, dus, en of etniciteit. En ik denk dat we, kijk, we zijn een land in ontwikkeling, maar ik denk dat we ons te lang blijven bij het woord ontwikkeling. We zijn nog bij die O van ontwikkeling. En Unie en Egomoro Vara, waardoor we eigenlijk bijna een dorpsgemeenschap zijn. Weet je, waar dingen afhangen van sentimenten. Eigenlijk noemt men het, ja, het is een dorpsbellend mentaliteit waar we nog bezig zijn maar, met. Maar, ik ga je zeggen, lik van mij, die mij meka fout, toch? Dat mij roep om dat amandede. Ik ga je zeggen, dat ik heeft zo'n trauma achtergelaten. Ja. Muzu? Vorige week, die dag had ik heb het als eerste gehad. Mijn roep om. Maar trauma hoor je tegen. Betuig je dat, hey. Laat iemand anders door, dan zal ik het overnemen. Yeah. Dus dan mag ik die koppeling met OM en al die instituten die aan dit ding hebben meegewerkt. Je moet toch wel wat... Is het zelfrespect? Want het is zo knagen aan me toch? Het is niet alleen zelfrespect. Ik denk dat hier, als journalist en als persoon, zeg ik dat hier sprake is van politiek. Die politiek en... Politieke infiltratie. Ja, politieke infiltratie. Omdat je kan niet weerleggen dat die politiek er niet bij is. Maar als journalist... Je kan als journalist ook zien dat... politiek erbij is. En als je dat niet ziet... Maar je kan het niet hard bewijzen. Je kan het ook... Daarom ben ik sterk dat het politiek is. Omdat ik het kan bewijzen. Ja. Dingen van, hoe het heet, van Interpol. Die heb ik ook. Dus voor Interpol kan het zijn niet. Was ik ook al van... Dat is politiek. Mr. Takwaman boos nam dat toevallig in een appgroep. Toch? Ik zeg het is politiek. En als je het zegt niet kan inzien dat het politiek is... Dan ben je naïef. Toch? En daarom ben ik, zeg ik wel volmondig dat ik ben overtuigd dat hier sprake is van een politiek proces. Omdat ik het met feiten kan weerleggen. Diezelfde feiten en nog meer feiten dat Interpol op tafel heeft gelegd. Kan ik het weerleggen. Ik stel nog steeds, zeg ik altijd, die vraag van schuld of onschuld. Want wat ik nou uitleg hier voor de man, te maken met de man schuldig of niet. Je gaat me nooit daarover zeggen van de man is schuldig. Dus je zegt, kan de man doen dat niet werkelijk, maar bewijs nog dit. Nee, dat niet is dat. Hun eigen advocaten, mevrouw Meg Hobbins in Amerika, minister Irvin Kanhai, minister Lobo, minister Dugwa
allemaal zeggen, we zijn het erover eens dat er fouten en handelingen zijn gepleegd. En ik kan nog een hoofdstuk weer gaan eigenlijk. De vraag is, en dat is nog een belangrijk hoofdstuk, Cliff, de vraag is, de gemaakte fouten en handelingen, zijn die voor het strafrecht of zijn die voor het bestuursrecht? Waarom is het belangrijk? Corruptie is heel breed. Ook voor handelingen als publieke persoon kan je gestraft worden. Zeker als je weer rechtelijk voordeel hebt gehad. Weer rechtelijk voordeel kwam taki, in jaan toe. Ibouwambidioso. Ibouwambidioso, uit dat monies van de leef. Toch, ibe voorwampen dat uit je kondre, je lantie, dat in jaan visrevi. Ja. Dan ben je wel strafbaar. Dus daarom kom ik nooit aan het vraagstuk van schuld of onschuld. We gaan mij daar nooit aan afkati. Ja, maar een rechter. Dus het gaat me meer om de procedure en om alles wat is gebeurd. Maar waarom is het belangrijk, Cliff, dat van, is het nou wel een strafproces? Of een bestuurlijk proces? Of een bestuurlijk proces. We hebben geen bestuursrecht in Suriname. Wat zegt de grondwet? Ik bedoel, even about, als je het zo snel kan halen, artikel 135 van het wetboek. Dus net als bij de anticorruptiewet, bij een commissie. Nou, nee, dat moet ik tegen, jongen. Het is net in die andere kamer dat grondwet. Dan moet ik dwars door je lopen. Maar net als bij die anticorruptiewet, artikel 13, die wet schrijft voor een commissie, schrijft de grondwet van 1987 voor, dat wanneer dat soort dingen gebeuren, er een benoeming wat ik platform om aan te gebruiken. Met barrière worden. Maar dan moet er een orgaan zijn, een bestuursrechtelijk orgaan, die dat soort dingen bespreekt. Toch? Artikel 35 van de grondwet. En dat orgaan, aan de regering die zie, aan de vorige regering, alle regeringen laten na om dat te in het leven te roepen. Maar als gevolg, nu heb je een case waar de politiek, en ik benadruk het, ik zeg het met de bradikanten van mijn mond, waar de politiek gebruik maakt van die omissie van alle regeringen om bestuurszaken te beslechten binnen het strafrecht. Want even een commissie voor anticorruptie bij dit. Als die wiepen er niet was, als artikel 135 er was, en die grondwet is een memorie van toelichting, laat staan een commissie voor artikel 135, dan hadden we meer rechtszekerheid in het land. Dan kun je niet twijfelen aan schuld of geen schuld, maar, aan procedures. Maar, want al de besluiten die genomen zijn, worden eerst in die RVM gebracht, toch? Ja, toch? Kijk, besluiten zijn dat je zichzelf antwoord bij RVM, behalve dat die RVM... Dus eigenlijk in een slotte man hoeft dat. In slotte al die man. Nee, regering. Maar daarom heb ik nou zoveel kritiek op deze regering, want ze bleven handelingen. Ik heb in mijn analyse vandaag in de krant gezegd, het proces kreeg een ander gezicht. Omdat je handelingen pleegt, in sommige gevallen nog erger dan het geval van de centrale bank, dan moet... Ik heb ook een ander stuk geschreven waar ik zeg van gelijke monniken, gelijke kappen. Ik stel het helemaal niet toe. Bedoel je surfen? Surfen, SLM, dienstbedrijf. Eigenlijk, joh. Lening in Italië. Die wet die laatst is geproduceerd, waarvan de regering nou zegt, ja, we hadden beter moeten nood in het schrijven. Is dat ding van die belastingautoriteit. Ja, ja, ja. Dus al deze schandalen is je eigenlijk net zo, tenminste net zo erg als centrale bank. Dat is een man die stoet, want je schakelt contabiliteit uit, je schakelt... Look, de president heeft ook een fout gemaakt, hoor, met respect naar de president. En mij kon voor een proces vangen aan, of dat wel het proces bezig is. En mij tek van Lozani. In DNA, hè? Niet in DNA, Wang. Op de radio, niet op televisie. We sloten die man, we gaan ze opsluiten, ze zijn opgesloten, we gaan nog meer opsluiten. Oh ja, 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 ja. Je moet dat soort dingen niet zeggen toch, want dan, je wil die man toch uitgeleverd hebben. Maar je bent president, politiek. Dus ik zeg... Dat zijn scheiding der machten. Dat zijn scheiding der machten toch. En je moet dat soort dingen, je moet altijd dat respect bewaren. Laat het voor journalisten over, laat het voor je Facebook over. Maar kijk, als je dat, de zaak zo haarfijn uitlegt, ik en men kan er geen spel tussen krijgen zoals ik naar je luister. En men dan nog gewoon lekker doorfietst. Dan word je er wel moedeloos van. Hoor. Dat gebeurt er. Dat gebeurt er. Jammer, maar het gebeurt. Het verbaast me niet dat mensen zeggen van wat doe ik nog in dit land. Ja. En mensen,
mensen die aan een politiek praatje. Dus na wees assertief. Je gaat wel een stempel krijgen. Je kiest wel een stempel, maar dat maakt niet een leg uit. Dat is aan een politiek praatje. Toch? Recht voor één, recht voor allen. Omdat Absanga, die ziet dat maar ik Absanga jou. Weet je wat het moeilijk maakt? Het maakt het moeilijk voor de overheid nou om beleid uit te voeren. Want het kan getoetst worden zo makkelijk door het strafrecht. Ja, en los van die overheid, ik denk dat wij met z'n allen er baat bij hebben. Iedereen heeft al staak, toch? Los van de baby's die er zijn, mijn meisje van 2 jaar. Maar allemaal zijn Abib Chinzo, zijn volgers aan Abib Chinzo, wij als burgers. Om die instituten in stand te houden, toch? Want uiteindelijk, als alles in elkaar valt, hebben we geen... Elk land hoort systemen te hebben, toch? Hoort structuren te hebben. Ik luisterde laatst naar de president van het Hof van Justitie bij de opening van het nieuwe zittingsjaar. En hij had het over rechtszekerheid. Weet je? Kijk, dat is een belangrijk gemeenschap goed, hè? Als rechtszekerheid in een samenleving het niet goed doet, dan krijg je wanorde. Toch? Je krijgt echte wanorde. En ik denk dat daarvoor de rechterlijke macht en de politiek die aan de macht is. De mamelukboom. En dat is heel belangrijk. En dat is één. Er zijn in wat men een democratie noemt bij de Verenigde Naties. Zijn er 9 of 10. Ik dacht 9 punten hoe een democratie eruit ziet. Vrije pers, onafhankelijke pers. Maar dan de civil society. Toch? En dan zie je dat rechtsorde. Rechts is belangrijk. Maar eigenlijk mocht het nooit zo ver komen, vooral niet onder president Santokki als ex-politieman. Precies, omdat hij eigenlijk de man is die altijd praat. Law, over order, law, nee, order. Bekaar, hey, law. Het was Girja Singh, no? Ja, Girja Singh. Maar hij was wet en recht. Wet en recht, ja. En dat is één van, op meerdere vlakken is dat van wet en recht bij meneer Santokki een stel het hoog aangeschreven. Zowel als zijn achtergrond, als bij de politie, maar ook vanwege zijn eigen cultuur. Weet je, kijk, bij die cultuur staat veiligheid, wet en recht staat hoog aangeschreven in zijn persoonlijke, bij de Unistaanse gemeenschap, weet je, veiligheid, wet en recht staat hoog aangeschreven. En je had dan ook meer verwacht. En ik denk dat soms ook die kritiek zwaar is bij deze regering, omdat van hun de lat hoog is gelegd door hunzelf. Weet je, door de kritiek die ze hebben gehad in het verleden, door wat ze hebben aangegeven te gaan doen. En nu word je eigenlijk afgestraft omdat je eigenlijk dezelfde fouten maakt die je hebt afgekeurd. Look bijvoorbeeld, wek ik even af van die case. We praten nu over een begrotingstekort. Meneer Sap, if ik kan herinneren, schreef je een kluf. Ik wel, omdat bijna mijn 3P-assemblee, nu niet meer van 10 COVID. Maar ik zit boven en dan mijn... In 2018 of 17 of 18, bij de begrotingsbehandeling, heeft de toenmalige oppositie, die nu in de regering zit, geageerd op de manier waar tegen de NDP-regering het begrotingstekort heeft aangegeven. Nu is het precies dezelfde manier hoe toen de begroting is samengesteld en het tekort is aangegeven. Precies dezelfde manier wat tegen toenmalige oppositie heeft ageerd, precies dezelfde manier gebruiken ze nou om een begrotingstekort aan te geven. Daarom zeg ik vers van de Vereniging van Economisten, het tekort aan de 3 miljard. Het tekort naar 11 miljard. Want je brengt leningen op, niet op in het tekort, waarvan je niet eens weet waar je ze gaat lenen. En precies zo, dus nogmaals aan een politiek praatje, want NDP bedoelt Semsani. Te hebben tot ergernis van die mensen die nu in de regering zitten. Ik zat boven bij het parlement en ik dacht van, weet je, die oppositie heeft daar wel gelijk in, joh. Toen. Ja. En ik geef iedereen die het zegt gelijk. Dus nu wordt aangegeven door VES, van niet zo, je brengt leen. En dan zegt de regering nu van, het is maar een bedenksel, het is maar hoe je begrotingen opmaakt. Je moet standaarden gebruiken. Ik vind het jammer dat ik een andere afspraak heb gemaakt voor 3:30, jong. Met bushouders. Dit is zo interessant. Ik ben aan het programma van Johan. Maar al te veel lewin is ook niet gezond in de uitzending zo lang.
No, maar er is... laat me die mannen even bellen. Het is toch al 3:30. Hey, Feigo, jullie zijn er al, no? ik wilde je bijna vragen als je niet morgen wil komen. Melowino. Nee, want ik wil je niet afjassen toch. Ja, maar misschien ben je bang om me te zeggen dat je het erg vindt. Ik taai me gewoon, ja, want Oli Diri. Want kan die... Dat was het, Tamara? Ja, ik ben de borbori. Oké, kom maar. Kom in plaats van... 3:30 was de afspraak, no? Kom om 4:10 zo. Oké. Abo, geweldig. No, maar no bromita maar raar, want dat ik jou gimme, vijf karasani. Afgesproken. Abo, geweldig. Zit hier, morgen. Aye. Dus Wilfred, dus ik had nooit gedacht dat... Mij denk met dat ik even afjuren. Ja, ik had ook voorgenomen halen. Jij ook nog. Ja. Mij denk met dat afjuren, maar het is zo belangrijk omdat... Net wat je zegt, er is een fundament van het land. Ja, dat fundament. En kijk, hoe praat... eigenlijk mag er nooit twijfel zijn. En, bij rechtssecret moet er geen twijfel zijn. Ja, je kan voorkeuren hebben, ook politieke voorkeuren... Maar met de rechtszekerheid moeten we geen grappen maken. Maar weet je, ik heb begrepen dat er daarom mensen zijn die mannen want politieke functie. Ja, nu zie je dat gebeuren. Begrijp je? Ja? Mensen willen geen en het zijn mensen die misschien een bijdrage kunnen leveren, maar mannen want niet. Ja, technocraten. Want mijn wanko in contact met een land, die money, de allerlei frustratie dan. Ja. Mijn office rechter, de andere regering. Dus, en dat is juist zo jammer, toch? Zeg maar. Is jammer. Weet je, en wat je krijgt is eigenlijk ik zeg bepaalde dingen. Zolang het debat zweeg, het debat in de samenleving zweeg, tegenwoordig zit ik mij roepen op om niet negatief te zijn. Het is geen negativiteit. Negativiteit is wanneer je iets zegt of doet om een andere af te breken. Weet je, om negatief te zijn. Maar als samenleving moet het debat altijd omhoog gehouden worden. En het moet bijdragen aan verbetering. Het moet oproepen tot verbetering. Dat is een positieve en functionele kritiek die je levert. Dus kritiek moet... debat en de assertiviteit mag nooit zwijgen. Maar ook wat je zegt van... Maar een vrijwillige functie. Omdat in een sap... Dat welke ambtelijke handeling nou strafbaar is of niet. Zo heb je toch kluf. Dus... En dat met artikel 135 voor grondwet, om ze corona sanatie, dat er eigenlijk inderdaad een bestuursorgaan komt die de handelingen van de regering kan toetsen. En geen WIPA. WIPA is een onding. Sabi? Er moet een bestuursorgaan komen die de handelingen van de overheid toets. Toch naar standaarden, met wet en regelgeving. Voordat we gaan zeggen van die dingen moeten naar een strafrecht gaan. Waarom wilde... kan hij van trekt vandaag vrij? Oh, ik denk dat het het werk is van een advocaat om altijd te vragen om de voorlopige vrijheidstelling van zijn cliënt. Hij heeft vandaag twee redenen aangehaald. Eén was de juridische redenen, toch? Dat er eigenlijk volgens kan hij
is er geen gevaar meer dat een Van Trick zou kunnen vluchten. En er zijn geen bezwarende dingen meer. Hij heeft volmondig meegewerkt. Het proces is afgerond, heeft hij duidelijk gezegd. En de tweede reden waarom hij dit in vrije stelling heeft gevraagd, is een humane reden. En dat is omdat de gezondheid van Van Trick volgens hem te wensen overlaat. En die zorg, die goede zorg, kreeg hij niet in detentie. En dat nou aan zijn toe, als we praten over onderzoeksjournalistiek. Nou aan zijn toe, toen was journalisme gaan onderzoek voor het doen naar een verzorging in Santo Boma. Niet in Santo Boma. Precies, in de schoolcellen. Miguel Coamatif, maar we kunnen een probleem dat Mireille Mita maar even als leidinggevende got technotisie van me. Dat was, ik ga je eerlijk zeggen, Gersvleit. Welly, in een briefje. Dus die mischa situatie dat die me dacht, jong. De man dat straf, ons aan ook die kalakana aan zijn hier dan. Gewoon mischa om me ammaka aan het dwars. En dan, volgens mij heb je maar geen toilet, hè. Nee. De man borwa olo en aan muur. Of je hangt een fles, die aan de tralies. Allemaal heb je zijn olo. Ja. Of aan de tralies, je hangt een fles, een vel, je hangt een batra, een kort batra, toch een bigge batra, een kola batra, een plastic batra, je hangt maar een tralie, dan neem je een pc in een af batra, dan wamang allemaal ik is van beurt voor hem en ik draai die op. En los daarvan, dan is je een video zo aan mijn zin die betreft, is er maar drie tramang, en doen dan een wamang sans roto. Ja, dat is... Eigenlijk zo, want we praten zo vaak over mensenrechten aan de wanneer. Ja, ja. Maar dit... Maar kijk, laat me die mensen ook zeggen hoor. Dit zijn ze met takja zo. Dat we aan een partijpolitiek zijn. Want die dingen die ik zeg, staan overal. Er zijn de Amerikaanse ambassade praat ook over deze mensenrechten schendingen. Elk jaar in het rapport dat ze elk jaar uitbrengen. Natuurlijk gaan ze niet praten zoals ik praat. Ik ben... Heel onafhankelijk. Zijn diplomatisch. Ze zijn diplomaten en ze zijn ook politiek. In de zin van, het is een politiek beleid. Maar ze geven elk jaar, en ze kan het downloaden op het internet. Ze praten elk jaar in een rapport over de mensenrechten schendingen. Maar ze praten ook van wat de overheid doet om het te verbeteren. Dus diplomatisch te met pakama. Maar de feiten zijn daar. De overheid zou veel meer moeten doen. En daarom dat ook bijvoorbeeld de organisatie OAS en andere instituten zeggen van, oké, weet je. Maar als je de situatie in de cellenhuizen bekijkt, in Santo Boma, is het gewoon verschrikkelijk. En dat was van, want wat bijvoorbeeld, en dan van Jezus dat je de partij die we aan toch, maar dat is zo. Maar op een valide punt. Maar de rechter kan ook een valide punt hebben, dat er zijn bezwaren. Maar dan heb ik ook nodig dat jongen, wat zijn die bezwaren? Toch? Gaat die man vluchten? Kan die man vluchten? Toch? Wat ga je doen? Die maatschappelijke verantwoordelijkheid is zo verschrikkelijk dat die man moet blijven in de gevangenis. Is de laatste gezondheid. Dus je moet gaan kijken. En als de rechter zegt... Wat heeft de rechter gezegd? Hij gaat eerst niet vrij gekomen. Nee, te gaan het verzoek niet te wijzen. Omdat de rechter vindt dat... En dan de rechter, takkie. En dan rechter... En we moeten ook wel op het punt komen, mensen, in de samenleving. Dat de rechter takkie. En daarom moet die rechter zo onafhankelijk en dingen zijn. Hè. Want ik vind als de rechter heeft gesproken... Moeten we niet verder gaan. Anders krijgen we energie. Is dat weer toch, Cliff? Ik ga je voor velen de vraag stellen. En je moet me gewoon zeggen van... Cliff, breng me niet in de positie om die vraag te stellen. Misschien ben ik lastig. Deze rechter, Cliff Singh... Heeft ze een... familierelatie met de minister, Cliff Singh? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is geen moeilijke vraag. Als het zo was, zou ik het zeggen. Maar... Ik heb wel een foto gezien waar ik ze samen... Maar ja, dat is just a picture. Just a picture. En dat nou een bron is aan een betrouwbare. Ik weet dat je het begint. Een onbetrouwbare bron. Ja. Ik zag wel maar van in Leuven toe. En toevallig de meeste Leuven zijn families van elkaar. Maar in dit geval, ik zag wel maar van in Leuven. En Miluku tapa stamboom aan de presie. Die man komt nergens voor. Oké, dus laten we dat parkeren. Maar de rechter heeft het afgewezen op grond van? Op grond van dat er nog ernstige bezwaren zijn. En in het verzoek van Kanahai heeft hij dus gesproken over dat die bezwaren zouden kunnen zijn. Dat hij zou kunnen vluchten en een paar andere dingen. Dus juridisch zegt de rechter van het zijn bezwaren. En daar leef ik mee hoor. Ja, oké. Maar het punt van
dat humane punt, dan heb ik mijn twijfels. Maar nogmaals, ik kan het als journalist niet beoordelen. Ja. Dat is niet mijn taak. Dus van Drik bleef, de rechter. Van Drik bleef op ingesloten. Van Drik bleef ingesloten en ook krommen ze toch. Ja. Waarom is ze dan meegaan met Agno? Oké, een paar dingen bij Agno. Agno, die heeft 4 jaar gehad. Die heeft 4 jaar gehad. En Agno is dong vanaf februari 2020 als dong. En bij elkaar opgeteld heeft hij 2/3 van zijn straf uitgezeten. Dat wordt hier volgens een wet. Maar ik kom in aanmerking voor iets dat genoemd wordt een voorwaardelijke invrijheidstelling. VI, voorwaardelijke invrijheidstelling, dat wordt dat iets doen, 2/3 van je straf hebt uitgezeten en met goed gedrag erbij, dat je kan komen vrij. En nu was er iets belangrijks in de rechtszaak vandaag, want hoewel hij 2/3 van zijn straf uitgezeten en goed gedrag, zou het aantekenen van hoger beroep, volgens de advocaat, volgens het aantekenen van hoger beroep, zou hem kunnen belemmeren om gebruik te maken van voorlopige invrijheidstelling waarvoor hij in aanmerking komt. Maar gelukkig, de rechter heeft aangegeven van hij mag dat hij 2/3 van zijn straf heeft uitgezeten en goed gedrag. Ik was blij te horen of aangenaam verrast te horen dat Amma Agno in de gevangenis, Amma Jip, een gevangenis bestand om het in orde te brengen. Dus hij heeft zijn bijdrage geleverd. Volgens hem. Dat was wel een mooi punt om te horen hoor. Toen hij zei van hij heeft zijn bijdrage geleverd. Hij heeft goed gedragen. Agno. Maar Agno is een heel bezadigde man. En Amanta, dus hij mag op basis van het verzoek mag hij een reactie geven. Amanta, jongen, hij vindt dat hij zich goed heeft gedragen. Hij heeft 2/3 van zijn straf uitgezeten. Hij heeft bijgedragen om het gevangenisbestand administratie heeft geholpen, want niks doen en zo, maar zitten te voor hem niet in. Maar leg me uit, is dat nooit meer begrepen, Sanati? Huh? Is dat nooit meer begrepen, Sanati? Als niet doe aan feit, toch? Dat hij maar Jim 4 jaar. Wat is dat ding? Dan ga je, als je je goed hebt gedragen, ga je eerder. Nee, als je 2/3 van je straf hebt uitgezeten. Dus Agne is vrijgekomen omdat hij 2/3 van de straf hebt uitgezeten. En hoe lang is hij al in voorarrest? Vanaf februari 2020. Is hij alle voor ergens. Dat is 2 jaar. Ja, dat wil zeggen, hij heeft 4 jaar gehad. Dat wil zeggen, hij heeft 2/3 van zijn straf uitgezeten. En een goed gedrag. Dus komt hij automatisch volgens de wet in aanmerking voor die VI. Voorwaardelijke in vrijheidstelling. Ja, maar wat bedoelen ze met goed gedrag? Je moet altijd netjes zijn. Je hebt geen ger gemaakt in de gevangenis. Je hebt een probleem. Je rustig. Je kunt je straf voor rustig. Je hebt geen aanleiding gegeven. Weet je? Dus if you do, wat is mij aan een muiterij bij de klas? Ja, of als je de regels overtreedt in de gevangenis. Dan, of je belandt in een isolatiecel. Dan kun je aanmerken voor die voorwaardelijke in vrijheidstelling. Dus, maar er was iets interessants vandaag bij die vrijheidstelling. Mm-hmm. Want de advocaat bracht op dat, oké, hij komt in aanmerking, maar het vragen van hoger beroep belemmert dat hem niet, want dan het proces moet onderzocht worden toch. Mm-hmm. Maar de rechter is meegegaan, of de officier eerst hoor, is meegegaan van ik laat het over aan de rechter wat hij daarover gaat oordelen. Maar bij die andere was het ze moeten nog blijven in het gevangen. En uiteindelijk is de rechter meegegaan met een verzoek bij Agno om hem in vrijheid te stellen. Zo blij als hij was? Ja. Vooral de familie, die was zichtbaar, heel erg blij. En hoe gaat met die andere vrouw? Ik had te doen met die vrouw. Die vrouw liet mij echt zo. De vrouw van Trik bedoel je? Of die moeder van Trik? Nee. Van Trik? Er was een andere vrouw, man. Want ik was een klein gebouwde. Hozel. Oh, ja, ik had het doen met die vrouw, ja, hè? Ja, zij is eerder al vrij. En ik heb, kijk, journalisten kunnen ook fouten maken, maar wie kwam fout. Omdat die VI, ook voor Harry Vergolle, hè? Mm. Maar de advocaat legt me uit dat zij is niet voorwaardelijk vrij. Zij is gewoon vrij. Ja, dat ze nu nog komt, een hoge beroep aangetekend, is om haar onschuld op papier te hebben. Ik heb het niet dat hier, want dat ik ook gedaan, de mafinoas aan. Zij gelooft in haar onschuld. En ik vind dat een goede houding eigenlijk hoor. Nou, ik in haar zaak voor 8 december. Maar weet je. Maar dat ik gaan go voor. Maar
En Sranasra Neroko. Daarom zeg ik nogmaals. Ook al. Je blijft een Vekarazani slachtoffer in deze gemeenschap. Ook al ga je voor hoger beroep en je wordt vrijgesproken. In de Surinaamse gemeenschap. Geloof me. Cliff, wat je bent getekend. Cliff, in dit wat land. Je zegt is één reden waarom ik me heb verdiept in dit ding. Omdat ik het verschrikkelijk vind dat naar mijn mening, dat de politiek een publieke opinie heeft gevoed die zo verschrikkelijk werkt naar die samenleving. Laat het aan de rechter over. Werk aan je instituten. Werk aan artikel 135. Werk aan de anticorruptiewet. En laat onafhankelijke instituten tot een eerlijke rechtspraak en rechtszekerheid. Nee, je hebt gelijk. Daarom heb ik mij dus, misschien is het goed dat ik het aan die. Daarom ik verdiep aan, dat treft me vaak dat de publieke opinie en de West van 18 september heeft een heel mooi artikel geschreven. Toch? Dat, want we zijn nog niet op het punt gekomen wat vandaag eigenlijk in deze zaak voor mij die zaak een ander gezicht geeft. Omdat... De West heeft laatst een mooi artikel geschreven van al die tijd, eigenlijk, met wat zich nu allemaal aandient, al die tijd zijn we dus misleid. Mensen hebben onze opinievorming beïnvloed enzovoort. Wat ik eerder ook al zei van... En je kan zeggen wat je wil als de West dat zegt. Ik weet waarover je praat. Als de West dat zegt. Maar dat is een stuk eerlijkheid toch? Ja. Maar kijk, wat ik je wil zeggen... Om aan te sluiten wat je zei. En ik hoop niet dat het te veel klets hoor, mensen. Ik hoop dat jullie wat aan hebben. Want ik vind het gelukkig zijn. De kijkers zijn nog steeds. Want je kan onmogelijk zeggen. Toen meneer Gadin zei van. Toko was rotte ding. Want daarmee wek je al een. Ik doet me denken aan wat Bouterse zei. In de verkiezingscampagne. We kunnen de helft van de VAP, ik kan de helft van de VAP opsluiten. Dat is een politieke uitspraak. Begrijp je? En toen heeft Santokki gereageerd in DNA. En Santokki heeft gezegd, president, u sluit geen mensen op. Ja. Het Openbaar Ministerie sluit mensen op. Klopt. Weet je nog? Klopt. En hij heeft gelijk. En hij heeft gelijk. Santokki had helemaal gelijk. Maar nu maak je dezelfde fout om die uitspraken te doen. Weet je? En, weet je, Cliff, we zijn hier op een eiland, hè? Suriname is nu op een eiland. Kijk, ik doe ook internationaal werk. En het verbaast me het imago dat 8 december heeft tot nu toe. 8 december, dus die gebeurtenis, die moorden van 8 december 82, welke impact het heeft internationaal. En ik kom er steeds tegen in mijn internationale werk. Altijd wordt er een referentie gemaakt naar daarnaar. Dus je bent niet op een eiland. In dit op een eiland. Wat zeggen ze internationaal? Het wordt altijd aangehaald als het nou is de betrokkenheid bij een wapen. Mm-hmm. Als het nou de moorden. Wordt altijd je imago wordt zo geschaad. En als dat zolang het imago in een rechtssysteem volgens de internationale normen en standaarden niet is opgeschoond. Kom er niet vanaf. Je komt het in rapporten tegen. Maar is dat niet opgeschoond met dit proces? Want dat proces zorgt toch voor... Wat zeggen ze? Nee. Wat rechtszekerheid en voldoening bij nabestaanden. Het proces is nog gaande. 8 december is nog gaande. Pas wanneer. En daarom nogmaals benadruk ik. Ons rechtssysteem moet goed onafhankelijk blijven. Want worden? Niet blijven. Worden. Ja. Maar ik heb geloof in die rechtsstaat hoor. Alleen zie ik nu... gezegd hebt. Minuut, een ja. Tendens waar ik sterk twijfel aan niet... De rechtsstaat aan het Openbaar Ministerie. Ja, maar moeten we, zouden we niet, hoezeer journalisten en mediawerkers onafhankelijk moeten zijn, wanneer we constateren dit tendens, zou niet de verplichting op ons moeten rusten om mensen aware te maken, bewust te maken van, if the man, ik mag dat woord niet gebruiken, Isabi, als dingen tegen de procedure in gebeuren, moet je internationaal je recht zoeken. Dat heeft de, als je de contacten hebt, dat de mensen. Dat heeft de Amerikaanse advocaat van meneer Hoefdraad mij gisteren ook gezegd. Maar onze wetgeving zegt dat zelf ook. Wanneer je
Ja, dat... uitgeprocedeerd bent in Suriname. En je bent uitgeprocedeerd en je vindt dat je recht, niet, je recht is geschonden. Mag je nog altijd internationaal recht gaan zoeken. En kijk, dat is ook zoiets. Hè. Ik vind in de kwestie van Interpol toch kluf. Ik vind niet dat de Suriname... Van mij is het nog nooit voor, echt zo voorgekomen. Dat Interpol gamma kon er zo. En ik vind... Niet zeker? Ik ben niet zeker van, maar het is wel... Het lijkt bijna uniek, hè. Op zo'n manier. En ik vind toch dat Suriname... daarin, dat had moeten voorkomen... om eigenlijk op één lijn te zijn met Interpol. Dat vind ik. Weet je, het is, voor je internationale gezicht is het goed. Maar nu... Die window, alle landen hebben toegang. Maar de landen met wie? Want dat betekent toch niet dat hoefdraad zonder pruik en valse snor overal kan komen? Als Suriname? Met een... Kan hij in Holland? Kan hij het in Holland doen? Wat doen? Gewoon in een supermarkt wandelen, weet ik veel. Als Suriname met Nederland... een verdrag heeft, dat als iemand van ons zoeken en we vragen uitlevering, dus dat, mogen ze hem opzoeken. Dus hij kan dat in Nederland doen? Als er een overeenkomst is... Hebben we een overeenkomst met hem? We hebben een overeenkomst. Met welke andere landen nog meer? We hebben met een paar landen. Dus nu weten we zeker hoeveel is niet in Holland? Nee, ik kan niet in Holland zien. Suriname levert, er is een rechtshulpverdrag tussen Nederland en Suriname. Met welke andere landen? Een paar landen, zijn er nog meer. Ja, zijn er nog meer. Waar? Maar zelf denk ik... En mensen die moeten me niet kwalijk, want in Baganatori met tak... Maar vergis je niet, het rechtspraak is rechtspraak. Als je het nou vragen over hebt, hij is gevonnis, toch? En hij heeft hoger beroep aangetekend. En pas wanneer hoger beroep aangetekend bij een verdachte, als het is toegewezen. Maar, ben het met me eens als ik zeg, met het gegeven van... de procedurele fouten en alle dingen, chucha en infiltratie. Dat is samen toe, wie bogwe. Als persoon, iedereen heeft het recht voor zichzelf om te besluiten. Hij heeft gekozen en zijn advocaat zegt, kijk nou. Wie samen toe? Kijk, die man heeft internationaal een naam opgebouwd. Hij heeft economieën helpen opbouwen en corrigeren. En zijn beleidsbeslissingen, daarom is het zo belangrijk, Cliff, dat Oluka's aan van bestuursrecht. Want hij zegt van, kijk, zijn beleidsbeslissingen, hoe je ook tegenover staat, als je er voor of tegenstander van bent, zijn gecriminaliseerd. En daar ben ik ook van overtuigd, dat eigenlijk hier een stukje criminalisering heeft plaatsgevonden van een structuur die de politiek zelf bepaalt. Ik vraag me ook af, is hier wel ruimte voor een strafproces? Maar ga je zeggen, en heel voorzichtig daarom, meneer Takasan, zo hard. Maar ik denk dat er is gezegd een keer, niemand wist het. Bouders en Santoki hebben 8 uur gesproken. Zelfs volgens mij Rusland, niemand in die coalitie wist het. Ik denk dat de huidige president gewoon weet waar Santoki waren. Waar hoefdraad is er? Ik zou het niet weten. Wel hebben beide afzonderlijk op vragen van mij. Want je ziet meneer Bouters, Atibron, niet Atibron. Je zag de irritatie. Maar voor je even. Ja, want ik zei maar zoveel meer lezen dat jongen over die gesprekken. Ja, maar nee man, we hebben niet maar 3 keer gesproken. Bijna 8 keer hebben we gesproken. En Santoki heeft apart, met tijdsruimte, ook bevecht dat we verschillende momenten hebben gesproken. Over... overname van de regering, over bepaalde dingen. Ze hebben beide bevestigd, zoals ja. Tokio als Bouterse. En ze hebben dat in binnenkamers, weet je niet. Maar Yunusabi. Ja, ja. Maar ze hebben het wel bevestigd, Bouterse tegen mij op een geïrriteerde manier. Nee, we hebben niet 3 keer gesproken, we hebben een paar keer achter elkaar gesproken, 8 keer. En wat is die Brunswijk, lekker wat informatie, dat zijn Tokio als Bouterse, van 5 uur morgens tot in de ochtend. Toch? Dan vraag ik me af als journalist, wat bespreek je? Ja. Mensen, als er vragen zijn voor Wilfred Lowin, hij zit hier. En nogmaals, voor alle duidelijkheid, ik ben blij dat hij dat gezegd heeft. Niet om het op te nemen voor wie dat ook, of om... Hij heeft de zaak bekeken via zijn journalistieke kijkers. En hij heeft zich vooral voornamelijk... gericht op de procedure. En daar hapert het aan. Dus als er een vraag is...
We gaan niemand bespreken allerlei speculaties. Maar belt u maar op 547-330. Wilfred, wat met de Jabi? Ja, ik heb nog tijd. Ik wil later wel naar de... Nog een uurtje? Ja. Of wat voor? Een half uur of een drie kwartier. Ik wil nog naar de vest gaan. De vest op aan. Vest al jaar, die nou? Hij heeft op 50 jaar. En dingen van de vest zijn altijd informatief, educatief. Weet je? Maar je moet ze wel meegeven. Karimim tak na laatste strohalm zo, Abi. Ze blijven kritisch. Wat ik mooi vind, de mannen kiezen partij. Ja, ze blijven kritisch. Niemand denkt van bijvoorbeeld het samenstellen van de begroting. Als Sam kritiek de man die afgelopen week, als Sam kritiek de man die. Onderbouwt. Oké, mensen, u belt en de radio niet te luid, blijf correct naar de gast. Ik heb net gevraagd, de radio niet te luid. Goedemiddag. Hallo. U heeft net gevraagd. Ik heb geen vraag te stellen. Ik heb net gevraagd. Muntend. Ik heb net gevraagd dat de radio niet te luid moet zijn. Ah, maar het is toch helemaal uit. Wat is uw naam, mevrouw? Mevrouw Liesdek Klaarke, Albertine. Wacht even. Is dat de Liesbeth Klaarke? Ja, nog een tweede one. Van 1975? Zot, nog een tweede one. En mijn meneer Sanbab is dat van Tori. Mevrouw Klaarke, bij deze aan het publiek. Nee, garden, ik verzoek u. Niet ik heb... Misschien moet je die vraag aan het publiek stellen, dat jullie geen nee zeggen. Ik heb naar elke letter geluisterd. En wanneer je criminaliseert, kabayere. Weet je waar men hier rekening mee houdt? Er is een universele wet van karma. Daar moet men rekening mee houden, vooral if onschuldig helemaal dapper. Trouwens, u kent dat niet van meneer, maar geweldig om meneer Levin. Meneer Limbo. Geweldig. Dus niet echt een vraag, no? Ja. Nee. Maar u bent ook politica geweest, hè? Uh-huh. Hoe belangrijk is een onafhankelijk rechtssysteem in een land? Ik zou u verwijzen naar mevrouw Silos. Ze zou het beter verwoorden voor mijn bloba vrouw, dat toch. En hoe kan toch? Hoe dan? Je hebt geen poot om op te staan. Daarom is het zo belangrijk. Maar ja, we maken allemaal slipjes hier en daar, weet je wel. Maar ons rechtssysteem, daar moeten we ons best mee gaan doen. Want ik heb nog geluk. Hij heeft nog geluk. Echt waar, men komt op voor zijn zaak. Men komt op voor zijn zaak. Ik wil het niet naar mezelf te trekken. Maar ik vond het een geweldige presentatie. Gesprek. Geweldig. Oké, mevrouw Klaarke, ik maak voor 6 uur contact met u. Ander verband. U mag het doen. Dank u wel. Een fijne middag. Oké, dank u wel. Wilfred, we zijn leeftijdsgenoten, dus ik hoef je niet te vragen als je weet wie dat is. Ja, tuurlijk, kom maar. Sorry. Nee, sorry. Ik trek die vraag. Yeah. 547-330, dat was mevrouw Liesbeth Klaarke. Geen onbekende binnen of uit de Surinaamse historie. 547-330. Kom op, je kunt ook bellen op WhatsApp als de aansluiting in orde is. En er zijn natuurlijk ook apps die ik dus straks ook ga behandelen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Hallo, goedemiddag. Hallo. Geen reactie. Laten we kijken als we hier wel iemand hebben. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dennis, ik merk dat het bij jou altijd moeilijk gaat. Kan het wat luider, alsjeblieft? Oké, ga ik doen. Zo beter? Ja, ga je gang, we luisteren. Nabong, ik heb een kleine vraag naar de heer Lewin. Dus als we kijken dus naar die corruptiewet die toegepast is hier, dan is die procedure niet gevolgd. Maar wat is het argument dat het OM heeft gegeven en eventueel de rechter had sowieso het OM kunnen wijzen van hé, luister dan,
deze zaak verklaar ik ontvankelijk. Het is niet ontvankelijk, we gaan er niet mee door, want de procedures zijn niet gevolgd. Waarschijnlijk heeft men argumenten gebruikt om die zaak toch door te laten gaan. En dan wil ik vragen van meneer Lewin, zijn die argumenten wat hem betreft valide? Oké, de vraag is duidelijk. Oké, dankjewel. Dennis uit het buitenland. En dan moet ik even aan de assistent vragen als hij wat papier voor de gast kan brengen. Voor het geval we meerdere reacties krijgen. Het zijn twee nummers waarop je dus belt. 547-330. 547-330. Of je belt op 87-81482. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Geen reactie helaas. Dan lees ik een app terwijl de andere calls. Iemand schrijft hier. Dit is over de visvergunningen, maar dat ga ik straks lezen. Kunt u voor me vragen wat het verschil is tussen een juridisch jaar en een kalenderjaar? Ooit heeft Moskowitz het aan ons gezegd. Ik vind het zeer belangrijk. Ik luister, meneer Limburg, oké. Kunnen we nog zeggen dat we een legale regering of president hebben? Aangezien het steeds duidelijker wordt dat ze te kwader trouw zichzelf aan de macht hebben geholpen middels misleiding van de kiezer. Goedemiddag. Kunt u meneer Lewin dan vragen op grond van welk artikel meneer Kerpalani wel vervolgd en verhoord zou kunnen worden, want naar mijn mening wordt hij beschermd. Oké. Iemand wil een kennismakingsgesprek met me hebben hier. Oké, ik maak contact met u, mevrouw. Sana'a Rommel dat Fusranang. Otesrana abi 2/3 straf. Ze nemen zomaar iets over van Nederland. Wel, in Nederland is het nu afgeschaft hoor. Is het waar? Ja, het is afgeschaft. 2 jaar is 2 jaar. Nou aan 2/3. Ook ik keur. Nee, goedemiddag. Ik vraag aan alle Surinamers om de rode vlag bij hun huis te hangen uit protest tegen het beleid. Ook ik keur het af. Als we niet mogen schelden, mag dit lied ook niet. Oh, mevrouw, sorry, dat lied ga ik uit de uitzending halen. Is het een Konyo-lied, no? Ik heb het gehoord, we gaan het uit de uitzending halen. U gaat het niet meer horen, dus ik vraag aan de jongens om het niet meer af te draaien. Die beat is wel lekker, hoor, maar... Is een song. Oh. Die beat is goed, maar... Je hebt helemaal gelijk. Goedemiddag bij de uitzending. Ja, goedemiddag, meneer. Tot middag. OG. Tot wie? Tot OG. Ja, Oji, ga je gang, we luisteren. Ja, bij deze en ook... Hallo, Oji. Ook een goedemiddag aan uw gast. Ja, goedemiddag, ga je gang. Goedemiddag. Bij deze, hetgeen u en uw gast... Bij daarna, Oji. Het is jammer dat het bellen niet goed op gang komt. Misschien moet ik de nummers weer herhalen. 547-330 is het nummer. 547-330 of 87-81-482. Waarvoor had ik je ook al nodig? Oh ja, kan je wat papier van meneer Lewin brengen? Daar in de... Lim, begrijp je nu eindelijk dat de rechterlijke macht een verlengstuk is van de huidige regering? Nou, dat heeft meneer Lewin niet gezegd. Maar nationalist, ja, dus... Doorgaan, het is heel interessant. Ja, maar dat, waarom belt niet? Ik heb, weet je, zo opmerkt. Ik heb zoveel apps, maar de mensen bellen niet.
Goedemiddag, Ayboy. Ik ben een van de mensen die al heel lang schrijft over het feit dat we geen onderzoeksjournalisten hebben. Wel, wat de heer Lewin allemaal op tafel heeft gelegd in jouw programma, pet je af. Dit is topjournalistiek. Ga zo door, meneer Lewin. Ga door, Lim. Onderschat niet waarmee jullie bezig zijn. Keep it up. Meneer Cliff, Melvin is weer een trange wijze journalist. Top uitleg, maar. Melvin. Wilfred bedoelt u. Middag Cliff, waar je kan zien dat het politiek is, is dat ze meneer Kirpelani gewoon vrij hebben gelaten terwijl hij lid was van de RVC van de Centrale Bank. Ivor, goedemiddag Cliff. Gefeliciteerd met jouw vriend Milton. Oh ja, Milton Bishop is bevorderd tot inspecteur derde klasse. Ja. Milton, gefeliciteerd. Kun je dan een info niet uit onofficiële bronnen aangeven om het een beetje veiliger te brengen? Is de vliegende reporter in de rechtszaak gelijk aan het niet mogen filmen in de rechtszaal? Ik begreep dat niet. Goedemiddag. Vraagt u de heer Lewin ten aanzien van de wet openbaarheid van bestuur? Nou, eigenlijk moet u mij niet vragen om hem die vraag te stellen, want dan gaat hij tot 6 uur, want er is een stokpaardje. Ik heb begrepen dat je... Oh nee, dat is... De meeste journalisten van Suriname, die have no intelligence. Goedemiddag, u bent de uitzending. Hallo. Blijkbaar is er nog... Hallo. Nou, misschien is er een probleem met de lijn, hoor, want de mensen horen me blijkbaar niet. Niet voor iets, maar de politie is er alleen waar er cocaïne is. Jammer dat het politieapparaat heel erg achteruit gaat. Belly kan de post weer overnemen. Bij CDS is de naam van enige meneer flink genoemd. En geen enkele maatregel wordt getroffen, zei Saina Kondre. Hier met Imro. Niet omdat we 2/3 straf in Nederland is afgeschaft, moet dat ook in Suriname worden afgeschaft. Wij mogen toch ook onze eigen ideeën hebben over ons strafproces. Goedemiddag. Het is een feit dat minister Hoefdraad de beste minister van Financiën is geweest aller tijden. Vandaar dat Agai Bersing ook dezelfde lijnen van Hoefdraad heeft gevolgd. En nu is gaan dokken. Want als Hoefdraad opgesloten moet worden, gaat Agai Bersing ook opgesloten worden. Dat is een feit en het staat al in de geschiedenis. Vraag Lewin, als nu duidelijk en met feiten, leugens en laster bekend is dat de huidige regering aan de macht is gekomen, kunnen de huidige regeerders afgezet worden? Gaat OM ook de fraudezaken van deze regering onderzoeken zoals Surfin? Want tot nu toe horen we niks daarover. Allemaal net zo onschuldig als de narcist, de DDB. Middag Limbo. De aangifte tegen Van Trick is gedaan tijdens Bouterse. Kan Lewin mijn geheugen opfrissen? Waarom is er toen aangifte gedaan? Als ik me niet vergis, heet die dame geen Lisbeth, hoor. Ze was Albertine Clarke. Albertine Lisbeth Clarke. Nu is zij volgens mij Bouterse Clarke, zegt Henna. Goedemiddag, welke fondsen bedoelt Lewin toen hij het had over financiële ondersteuning om onderzoek te doen? Lim, u heeft juist gehandeld. Zeer interessant, veel wijsheid.
Maar geef die meneer een beetje water. Nou, even water hoor. Eigenlijk moet de overheid flink op de vingers getikt worden en organisaties moeten de staat aanklagen. En hoe zit het met die rovers van de centrale bank? Worden die niet opgesloten? Dus blijkbaar hebben de mensen vandaag meer behoefte aan appen. Ik vind het een zeer duidelijke uitleg. Goed zo, meneer Lewin. We moeten de wet om de pers af te zetten ook kunnen aannemen. En de minister van LVV moet aftreden. Goedemiddag, waar zijn al die kritische journalisten tijdens Boudersen? Wanneer breng je een man als... Oké, ik zal hem brengen. Ik bedoel, de vliegende reporter Blankie van ABC verslaat rechtszaken vanuit de rechtszaal. Maar men mag niet filmen in de rechtszaal. Wat is het verschil? Ik vind het ook zo'n onding, maar Wilfred, waarom mogen we niet vanuit de rechtszaal? Waarom mag men niet filmen? In het buitenland wel, toch, maar alleen hier niet. Ja, dus kijk, we moeten wel respect hebben voor onze eigen regels. Dat is een regel van de rechtbank. En soms maken ze een uitzondering dat je kan filmen. Aan het begin even. Ja, aan het begin even, maar het proces niet. Omdat het kan voorkomen dat mensen die filmen een overtreding gaan en zaken die niet bij wet, die bij wet verboden zijn, gaan brengen. Er zijn, kijk, daarom is het belangrijk om de persvrijheid goed te regelen in een land, want dan maak je afspraken en als mensen die afspraken overtreden, dan zijn er consequenties. In Suriname hebben we dat nog niet. Dus ik kan best begrijpen dat de rechtbank zegt van luister nou, je mag niet filmen, je mag dat niet, want toch? Of we laten een moment toe waarop het wel kan. Omdat er nog goede afspraken, dat noemt men regulering in Nederland, moeten er goede afspraken gemaakt worden tot wanneer je mag filmen, hoe je mag filmen. Omdat het de huisregel is van de rechtbank, zonder om aan jouw onafhankelijkheid te komen. Het gaat om de privacy van mensen, het gaat om heel wat zaken. Dat de vliegende reporter, die doet niet vanuit de rechtszaal het verslag. Hij gaat naar buiten, hij is in de rechtszaal, hij gaat naar buiten. En dan doet hij verslag van wat hij in de rechtszaal gehoord heeft. Ze bellen hem, hij gaat naar buiten. Want hij kan niet zijn telefoon bezig hebben. In de rechtszaal hebben we geen telefoon. Dus hij gaat naar buiten, hij gaat naar zijn locker waar zijn telefoon is, neemt zijn telefoon en dan doet hij verslag. Dus hem treft geen enkele blaam. Ook niet de rechtbank. Ik heb iemand. Goedemiddag, je bent in de uitzending. Ja, oh, goedemiddag, meneer de Wille. Ja. Wat is er net gebeurd? Ik was er daarnet even uitgevallen. Je bedoelt je telefoon? De telefoon, omdat ze zeggen, ja, pardon. Je hebt een vraag voor meneer Lewin. Ja, het is namelijk een vraag dat even met een herleiding te maken heeft. Hè. Van als we teruggaan. De oude zaken van de vorige, zeg maar, de regering Venetiaan. De OW-schandalen van de VAP. De strafzaak welke, waarop Santoki gereageerd heeft toen meneer Boutersen erover sprak. Dus er zijn keiharde feiten. De 400 ton balen paddy. Daar komen we weer op de schandalen van Jongslei. Hè? Surfing en allerlei schandalen. Nou, en vele hebben het reeds door wat voor spelletje wordt gespeeld. Maar als wij ook het vonnis van de Interpol moeten nemen, dan praten we hierover dat er duidelijke bewijzen zijn indien iemand het oog wil gebruiken om ze te zien dat de rechterlijke macht zich gemaakt heeft tot een kartelvorming. Van de CAP, dat eigenlijk de belangen van een bepaalde groep moet veiligstellen. En Suriname is eigenlijk een, hoe zou je het eigenlijk kunnen zeggen? Suriname is eigenlijk niet de eindraad, maar eigenlijk zou het moeten zijn dat we alle hoop in Suriname zouden moeten hebben zijn kwijtgeraakt. Want als dat speelt, betekent dat de ontwikkeling van sect Suriname opgehouden is te bestaan, omdat je krijgt een economie van etterlijken, wat genoemd wordt voor zij die het plan kennen, het Maharaja-plan. Ik wil het daarbij laten. Ik ben u erkentelijk, meneer Lemmer. Oké, dankjewel.
wat is zijn naam ook alweer? 547330. Wilfred, heb je die vragen genoteerd? Ja, ik heb genoteerd. En laat me bij die laatste beginnen. Mag ik er zijn nog drie. Oh. Goedemiddag, de situatie in de cellenhuizen is erbarmelijk. Goedendag. Wat er heeft met die LVV-minister te maken? Is ook een onderzoeksstory. Ja. Want eigenlijk heeft Bouva dat ding gebracht, hè, van een mail. Ja. Toch? Ja. Journalisten zouden het moeten brengen. Luister nou, Cliff. Als jij en ik een mailcontact hebben, toch? Closer. Als jij en ik een mailcontact hebben, zijn er maar drie opties. Of ik één, of jij twee, of... Senegiwaman. Ja. Of een derde heeft toegang tot onze box. Die drie opties zijn alleen over. Dat is ook een stukje onderzoeksjournalistiek. Die vragen oproepen. Hoe komt bovenaan die mail? Toch? En iets moois in de journalistiek is jouw algemene kennis. Wij weten welke relatie een politieke setting heeft met de NDP. Wij weten ook de relatie, welke politieke setting in Guyana heeft met de VAP of met de huidige regering. Je praat de kennis, dus je praat over onderzoek. En het is duidelijk dat... Bouva heeft het van de Guyanese. Heeft het van de Guyanese. Of iemand, dus er zijn drie opties. Er zijn geen andere opties, er zijn maar drie opties. Of van de Guyanese, of van de Surinaamse minister... Of een derde optie. Natuurlijk niet van Seudin. Sowieso niet. Zou kunnen. Waarom zou het niet kunnen? Wat ik niet verwacht. Je zegt het zelf nog. Verwacht het niet. Er blijven maar twee opties over. De ene is bijna onmogelijk. Maar eigenlijk is het niet eens, één optie eigenlijk over. Is het niet eens belangrijk hoe hij eraan komt. Het is belangrijk. Die inhoud. De inhoud. Ja, ja. Ja, en dat is een stukje onderzoek. En eigenlijk is dat de journalisten moeten onderzoeken. Van het is normaal. Het is niet tegen je land. Het is de waarheid die je daarvoor zijn journalisten. Ja, ja. Ik zou aan meneer Soudin vragen van... Hey, Soudin, laat me dan die mail zien, correspondentie zien. Of meneer Guyana, laat me dan die mail zien. Toch? En dan heb je... Ja, heb je. Ja, kan je nog krijgen. En Bouva heeft ja gehad. Je zou die vragen beantwoorden? Ja. Kijk, de laatste beller... Gelukkig is er een vrijheid van meningsuiting en vrijheid van meningsuiting is nooit onbeperkt. Dus de manier wanneer we mensen bejegenen, dat we dat op een manier doen die acceptabel is. En uitspraken zijn voor jezelf. En het is het recht van mensen om zich uit te spreken. Deze meneer heeft zich uitgesproken over wat hij zegt, de schandalen, de politieke schandalen, volgens een Interpol en een kartelvorming. Ik heb die woorden niet in de mond genomen, maar het is zijn belevenis, zo ervaart hij het. En het is zijn recht om daarover te praten op de manier zoals hij voor kiest, zolang hij andere mensen in de rechtenis gaat. Die kwestie van dat hij zegt van belangen van een bepaalde groep veilig te stellen, dat is zoals hij de rechtsstaat ervaart. Toch? Ik bekijk het op een journalistieke manier en ik zeg van procedures lopen niet goed. En instituten zijn niet in place. En als mensen het ervaren van dat daarmee een belang wordt veiliggesteld, is de mensen hun goed recht. Die kwestie van alle zaken van de vorige regering, het gaat bij mij niet om deze regering alleen. Het gaat bij mij om de rechtsstaat Suriname. Toch? Als je me hoort praten, zeg ik ook bij de NDP, de regering voor de NDP, bij deze regering zijn er dingen die niet goed lopen. En daar ben ik als journalist voor, omdat die zaken wel goed gaan lopen. En afzettingsprocedure van de president. De president is gekozen democratisch voor 5 jaren. Toch? Als hij dingen zegt en dingen doet, dan moet u assertief zijn om daarop uw mening te geven. Toch? Om mensen bewust te maken. Toch? Wanneer de president die gekozen is, democratisch gekozen voor 5 jaar, en dat moet je respecteren, anders ben je geen democraat en we leven in een democratische samenleving.
De president is gekozen voor 5 jaar, het parlement is ook gekozen en er zijn procedures in de wet aangegeven hoe je eigenlijk dit soort zaken moet aanpakken. Wat er kan gebeuren, de president kan je niet afzetten. Of hij moet zeggen van ik geef toe onder druk van zeg maar staking of situatie in het land en hij zegt van ik treed af. Maar je kan hem niet afzetten. Maar moeten we niet dat gaan bekijken ook in DNA? Niet in DNA, maar dat wij. Want is dat het wat we willen? Kijk, en dan gaat het niet eens om deze president, dat voor alle duidelijkheid. Dus ik praat niet over deze president, maar, over het systeem. Ja, ja. We hebben een systeem in Suriname waar we een sterke president hebben. Hij is gekozen voor 5 jaar en hij alleen kan zeggen van ik treed af onder vanwege die omstandigheden. Dat nog kan, dok. Dat het systeem, het kan. Het is het systeem van een sterke president. Je hebt het in meerdere landen, toch? De president in ons systeem kan, hij kan in het ultieme geval kan hij zelf het parlement ontbinden. Hij kan daarvoor, voordat hij op kan zeggen van ik ga, zoals nu is aangekondigd bijvoorbeeld in een beleidsombuiging, kan de president zeggen van ik ga andere ministers zetten. Maar als dat het is, dan moeten we zeggen respect voor Wijden Bos. In 2000... Want dat is die man echt een democraat hoor. Want dan hoefde hij niet af te treden, toch? Nee, hij hoefde niet. Maar hij zou het niet maken. In 1999 was de druk zo hoog. Iedereen was tegen het beleid van meneer Wijden Bos. In de zin dat de hele economie was ontwricht. 80.000 mensen. Ja, de hele economie was ontwricht. En alles was lamgelegd. En meneer Wijden Bos en ik hebben een persoonlijk laatst allemaal gegeven van boeken uit. Die man stond terug op een BDP enzovoort. Weet je waar ik respect voor hem heb? In het verre tijd is afgestapt en heeft gezegd van kijk, de economie is lam. Ik heb geen draagvlak meer met Saka. Dus dat respecteer ik wel bij hem. Want ik vond ook dat het beleid van toen, het was niet wel het wezen, maar zoals je hebt gezien aan de stakingen van toen. Maar het systeem is zo. We hebben een systeem van een sterke president. Je kan hem niet afzetten met een andere wettelijke proces. Of hij moet zeggen van ik bedank, maar we gaan de druk of... Ja, maar dat bedoel ik. Maar evengoed had hij kunnen zeggen van ik ben voor 5 jaar gekozen. Ja. Ja, toch? Ja. Maar het kan ook in consensus, hè. Want dat is denk ik ook toen gebeurd in consensus van de stakende partijen of de maatschappelijk middenveld. En zeg van, kijk, liever schrijven nieuwe verkiezingen uit. Ja. Of, weet je, in consensus. Maar het systeem dat we hebben, zoals de beller aangaf, je kan niets anders doen dan de verkiezingen in ons systeem. Of de president moet consensus bereiken met groepen van of met het parlement en zo. Zelf kan de president het parlement wel ontbinden. Zelf kan de president, want hij alleen mag ministers ontslaan en aannemen. Dus hij kan zeggen van ik ben gekozen voor 5 jaar. Ik mag ministers ontslaan en aannemen. Ik ontsla bepaalde ministers of ik sla het hele team en ik zet andere ministers. Maar aan de president kan je niet komen. Hij is een sterke president. Hij is geen formeel. En niet vooral niet, want van het kiesstelsel is nog niet geregeld. Het kiesstelsel is nog niet geregeld. Dus dat soort dingen. Zo zit het in elkaar met ons systeem. Dat soort procedure als het een fondsen voor onderzoeksjournalistiek. Er zijn een paar fondsen. Misschien nog meneer Limburg een paar wegwijs kan maken. Dat hij wil kunnen met de mensen delen. Of mensen kunnen me contacten. Er zijn fondsen. Die op het internet kan je ze ook zien. Journalistieke fondsen of fondsen voor onderzoeksjournalistiek. Kan je ze ook op het internet vinden. Aangifte van Trick tijdens Bouterse gebeuren. Dat is een interessante vraag. Op een gegeven moment heeft de minister van Financiën, dat is meneer Hoefdraad, bij het regime Bouterse, heeft op basis van een intern onderzoek dat hij heeft gelast bij de centrale bank, gezegd aan het parlement van er moet dus onderzoek verder worden gedaan en kijken als het openbaar ministerie geen strafrechtelijk onderzoek moet beginnen. Dat heeft meneer Hoefdraad gedaan na een intern onderzoek die hij heeft gelast bij de centrale bank. Zo is die zaak helemaal begonnen. En ik zei eerder al dat er is een bureau, een advocatenbureau, is toen gevraagd bij het interne onderzoek om na te gaan als dingen daar zo richtig zijn verlopen. En het bureau heeft dus in een 2-3 A4'tje aangegeven van dingen lopen niet goed. En ik heb eerder ook al aangegeven van dat een foute procedure is geweest. Je kan het bureau inschakelen, maar er zijn wettelijke procedures hoe dat moet plaatsvinden.
En naar mij weten heeft dat niet goed plaatsgevonden. Of het bureau had met onderzoek, en zoals de anticorruptie werd voorschreven, naar het bureau had de anticorruptiecommissie, die er niet is in Suriname, maar wel wordt voorgeschreven door de wet, had dat onderzoek moeten doen voordat het strafproces kon beginnen. Dus daar aan het begin is die procedure al helemaal als aangevol vanaf dat punt. En dit is nou een belangrijk punt, dat een procedure vanaf het begin aangevol. Leningen laten aan de regering, aan de macht. Van die asset heb ik al uitgelegd hoe het kan. Alleen bij de verkiezingen kan je een nieuwe president kiezen. Of de president moet zelf een aftreden. Iemand zegt, Hoefdert was de beste minister van Financiën. Ik wil u van het volgende zeggen. Je mag daarover geen mening hebben. Ja, ik heb een journalistieke mening. Oh, zo. Ja. Het zeggen, want kijk, weet je wat het ding is? Mensen mogen hun mening hebben, ook journalisten. Het gaat erom hoe je met die mening omgaat. Als iemand zegt, hoeft hij wel de slechtste of de beste minister van Financiën, is het de persoon zijn opvatting, is het de persoon zijn belevenis, is de manier hoe de persoon dat heeft gedaan. Maar wat ik ervan als journalist wil zeggen, en dat is eigenlijk de vraag die we sinds Miss Donjaze Cliff, we eigenlijk niet hebben aangeraakt. Wat speelde vandaag in de rechtszaak? In de rechtszaal. En wat is eigenlijk het andere, wat ik noem het andere gezicht dat die zaak kreeg? Hoefdraad, als een van de monetaire autoriteiten, en Van Trik als de tweede monetaire autoriteit, hebben binnen het politiek bestuur waar zij functioneren, hebben besluiten genomen met de politiek. Er zijn afspraken gemaakt met het IMF, het Internationale Monetaire Fonds. Toch? Want IMF naar sinds boterse ding op te maken naar het IMF ook toe. En een andere regering die zich wang. Met IMF, er zijn afspraken gemaakt. Het regime van waarin Hoefdraad onder NDP-regering, onder NDP-regime functioneren, heeft afspraken gemaakt met IMF over hoe de economie op gang te brengen, maatregelen genomen moeten worden en zo. Het IMF, de regering heeft de bankwet, en in 1981 was er ook een decreet over de bankwet, en het bestaande decreet van 1956 over de bankwet, die zijn uitgewerkt en men heeft gezegd van we gaan op die basis gaan we besluiten nemen. Hoefdraad heeft besluiten genomen, Van Trik heeft besluiten genomen. Binnen het kader, dat zij op hun manier kunnen verdedigen. Dus als je zegt van Hoefdraad is de beste of de slechtste, hij heeft gehandeld binnen dat kader. En binnen het kader van het politiek bestuur, moet het handelen of het goed of slecht zijn van Hoefdraad beoordeeld worden. Toch? Dus iemand kan zeggen, ja, maar bijvoorbeeld bij Takru, maar zijn handelen, en daar moet die gemeenschap naartoe gaan. Het handelen moet je toetsen aan het wettelijk kader waarin die man mag opereren. Om te kunnen zeggen, hij was de slechtste of... En je kan ook vanuit je observatie kijken, van onder Hoefdraad is het dat niet goed te gaan. Onderhoofdel is dat wel goed te gaan. Wat je het oordeel kan vellen van, hij is wel een goeie. Maar de persoonlijke beoordeling, dat ligt in het wettelijk kader van de bankwet en het politiek besluit van die regering waarin hij zit. Maar durf jij te zeggen dat hij een economische bom heeft achtergelaten? Als je mij vraagt, ook als journalist, mm-hmm, en als persoon, vind ik het resultaat ligt daar. De politieke besluiten die zijn genomen, economische besluiten, Hebben gezorgd dat we in deze situatie terechtkomen. En ik werk op basis van standaarden en feiten. Ja, ja. De feit is dat het politiek besluit onder de meneer Hoefdraad ten tijde van de Boutense regering niet hebben geleid. En misschien hadden ze meer tijd nodig, ik weet het niet. Dat is een heel ander vraagstuk dan als... Ik praat nu niet over wat... Maar het is belangrijk, want dat geeft jouw eerlijkheid ook aan. Ja, en daarom vraag ik de mensen goed te luisteren. Want dat hij dat zegt voor de mensen die Wilfred een bepaalde etiket wilden... Ik heb geen problemen mee, daarom zeg ik ook dit wat hij zegt geeft zijn eerlijkheid aan. Ik vind persoonlijk een nationalist, en het resultaat ligt daar, dat het economisch beleid van de regering Boutersen niet heeft
gezorgd dat Suriname uit een economische malaise is gekomen. En dan kan je heel wat dingen om zeggen waarom het niet is gelukt. Het resultaat na 10 jaren, die moet het resultaat de knikker stellen. En daarom zijn ze... Dat wil niet zeggen, Cliff, dat de handelingen die hij gepleegd heeft... Strafbaar zijn. Strafbaar zijn. Dus, maar ja, moest elke keer boom. Ja, ja, ja. De politieke keus die is gemaakt, heeft niet geleid tot het opheffen van die crisis. Ook al, en dan kan je komen met internationaal, want deze regering heeft zich ook van internationaal, alles geven ze op internationale crisis, oorlog en zo. Ik zeg, ik beoordeel jou, als journalist beoordeel ik jou op jouw keuzes die je zelf maakt. En dat die Baltische regering met hoefdraad heeft economisch niet geresulteerd in het opheffen van of vooruitgaan. Terwijl, maar, het IMF en de IDB, en dat is nou het andere gezicht waarover ik heb. Het IMF en de IDB, die zeggen over die handelingen van hoefdraad en van Trick, zeggen zij wel dat die handelingen die zijn gemaakt goed waren. Ze waren goed, toch? Om de economie gezond te maken. Om dingen, dus waarschijnlijk ontbrak er tijd en politiek, maar politiek zijn er. Maar de advocaten van Hoefdraad, de advocaten van Van Trick, allemaal zeggen van er zijn handelingen gepleegd die waarschijnlijk niet goed waren, toch? Maar de vraag is altijd, zijn die handelingen strafbaar? En daarvoor is die procedure moet duidelijk zijn. Die anticorruptiewet, artikel 35 van de grondwet. Er is helemaal geen orgaan om dat te beoordelen. Want als dat er was, dan kan je op tijd ingrijpen in Cliff en zeggen van, kijk. Want weet je wat het probleem gezorgd bij deze hele zaak? Hoefdraad heeft altijd gezegd, hij is nu op de hoogte. Van Trick zegt van, ja, maar Hoefdraad is wel op de hoogte. Dus in die regering zeg je al het zaken niet goed lopen met elkaar. Dus laten we die dingen wel goed zeggen, mensen. En eerlijk zijn. Vooral eerlijk. Weet je? Want Hoefdraad takkie, ik zie dingen gebeuren bij de centrale bank. Waarvan ik denk van, hier moet een strafrechtelijk onderzoek voorkomen. Van Trick zegt van, maar jij hebt altijd meegedaan met die dingen van waarmee ik bezig ben. Toch? Dus dat staat buiten kijf. Beiden hebben dat gezegd. En een advocaat kunnen dat ook onderschrijven. En achteraf zeg ik van, ik heb eerder ook al gezegd van, ik vraag me af als Hoefdraad wel goed heeft nagedacht toen hij die zaak aanbracht bij het parlement. Oké, had je meer vragen? Ik heb nog 2. Op grond van wat als... Oh ja, de gronden van de procedure. Hè? Ik zei al in het begin. Deze zaak is aangespannen door eerste persoon Hoefdraad zelf. En hij is er zelf slachtoffer van geworden. Zal hij er spijt van hebben? Ik vermoed van wel. Maar ik ben geen Hoefdraad, hij zal het weten. Maar goed, hij heeft het aangespannen. Hij is er zelf slachtoffer van geworden. En ik blijf erbij. En ik zeg het met 1000% zekerheid. Dat hier een politieke kwestie gaande is. Omdat ik daarvan gewoon overtuigd ben als mens en als journalist. Zijn aangeven over die zaak. En hij kon waarschijnlijk ook niet anders onder politieke druk. Zowel binnenshuis als buitenshuis. Dat is gebruikt op den duur om die zaak politiek verder te voeden. Weet je, want die druk toen, want ik zei eerder al van, ik ben eigenlijk aan huis in het parlement. Ik ben daar. De druk die ik daar zag, hij moest iets doen. Want er was zoveel, en de schandalen kwamen ook, niet als hoe nu de schandalen kwamen. Zo kwamen toen ook heel wat schandalen, toch? Van dingen, en de politiek voedde dat ding. Dus hier is puur iets politiek schande, toch? En de procedure is niet gevolgd. En daarom zeg ik van, er is geen zaak voor de recht, voor het Openbaar Ministerie, maar voor de bestuursrecht dat we niet hebben in Suriname. Suriname kent geen. We kennen alleen maar eerste, tweede, vierde, vijfde, zesde kanton volgens mij. En dan hoge beroep en dat soort dingen. Maar we hebben geen bestuursrecht in Suriname. Ik denk dat we iemand hebben, Wilfred. Ik zie dat lampje al de hele tijd branden. Goedemiddag. En dat gaat mij weg. Jammer. Ga je gang. Je had nog een vraag. Ja. Er was een belangrijke vraag over... Oh, de persoon is weer van mij. Goedemiddag, je bent de uitzending. Ja, goedemiddag.
meneer Lim. Nee, met een info weer. Nou, maar ik dacht dat iemand anders was, man. Pardon, meneer Lim, jongen. Omdat ik gekeken, de onderwerpen die u behandelt, vragen zo om een oplossing tegen factoren. Ja, maar misschien kan je het voor mijn app, dan kan ik het lezen. Oh, nou, want ik ben er totaal niet eens met dat een hoefdraad niet een goede, zeg maar, sprong achtergelaten is. Maar wanneer men aangeeft dat de regering die nu zit door middel van leugens, vanwege allerlei, zeg maar, door allerlei leugens te hebben gebruikt als het gaat om aan de macht te komen, dat heeft gemaakt dat ook internationaal men anders is gaan kijken. Men is deze regering economisch gaan wantrouwen. Dat is er gebeurd, zoals Hoefdraad vrij blijkelijk. Of dat het vrij en blij zou ik willen zeggen, kon stappen naar financiële instellingen, kan deze regering niet. En daarom moet die ene meneer aftreden, omdat hij internationaal bekend staat vanwege al de schandalen. Als hij een dief. Oké. Okay. Hoe kan je dat, Suriname? Dank je wel. Ja, Lobby. We hebben nog, laat me tot slot de laatste drie berichten lezen. Ik heb laatst gelezen dat IMF gezegd heeft dat Hoefdraad op de goede weg was. Ja, klopt. Serieus? Ja. Ik heb niet gezegd Hoefdraad. De vorige regering. Ze hebben gezegd, ja. Ik heb ook niet gezegd vorige regering. De beleidsmaatregelen. De beleidsmaatregelen die bij de bank zijn genomen, die waren goed. Ze hebben niet gezegd Hoefdraad. Of van, en er wordt wel complimenten gemaakt aan de leiding van de bank. Toen van 2019. Dat die gedurfd heeft om de maatregelen, de projecten te projecteren die nodig waren om het financiële macro gedeelte, om het monetair gedeelte van Suriname op lijn te brengen. En dat zijn vijf projecten geweest. Toch? En dus ook de laatste bellen van Suriname. We moeten wel onderscheid maken tussen beleid en procedures, weet je, omdat daar een groot verschil in zit. IMF en IDB zeggen bijvoorbeeld van, luister nou, die dingen die zijn geïnitieerd, die passen in het internationaal plaatje van het gezond maken van het economisch veld. Maar dan, IMF praat niet over de persoonlijke politieke, de persoonlijke en politieke beslissingen die zijn genomen. Dat is een heel ander chapiter. Dus de maatregelen, en daarom zeg ik dat hier sprake is van een bestuurskwestie. Ik hoop dat de mensen dat kunnen begrijpen, dat als ze niet gaan om ze allemaal doen of ze allemaal doen, daar kom ik niet aan. Het gaat er wel om dat de dingen die zijn IMF en IDB, dat de Sansa initieert, ze maar stellen voor die projecten, productie 1, het zijn moeilijke namen, productie 1 en dat soort dingen, dat die projecten wel goed waren om de economie gezond te maken. Waar mensen over struikelen, dat na een procedure, weet je, het uitvoeren van die projecten in de uitvoering. Want ik vind dat laat me met een makkelijk voorbeeld geven, waarover misschien de laatste beller misschien niet goed onderscheid kan maken. Timmy dat je me een bouw aan ons voor ontwikkeld misreven, Cliff, een besluit, en het IMF naar een IDB, een besluit voor ontwikkeld misreven, voor bouw aan ons of voor bouw aan Jari, dat nou een boom besluit. En a besluit sa Cliff Tiki met complimenteer Cliff. Dat is totaal iets anders dan wanneer Cliff if voer a besluit sa Tiki uit, dat er daar handelingen zijn gepleegd die discutabel zijn. Groot verschil, ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ook een laatste beller me want tegen you, met begrijp je uitgangspunt, maar tegen you Tiki dat mo bouwen also voor ontwikkeling misrefi, dat IMF Tiki dat hey, a besluit ze allemaal die sticky voor ontwikkelingsleven, voor Bouwan Jari, voor Bouwan Osso. Nou, een vallig boom besluit met complimenteren, man. Toch? En in sommige gevallen gaat IMF en IDB nog verder. Want IMF zegt van, look nou, a besluit ze allemaal sticky voor Bouwan Osso, heeft die man een winst opgeleverd om te besparen aan huishuur binnen een bepaalde jaar. De bank heeft, er zegt IMF bijvoorbeeld, de bank heeft een winst gemaakt van 38 miljoen. Dat staat in het rapport van artikel 4 van IMF en van IDB, 38 miljoen. IMF spreekt zich niet uit over hoe, dus na een vraag voor schuld of schuld, toch? IMF spreekt zich niet uit over van de manier hoe het heeft uitgevoerd, als het wel fout is of niet.
dat is een bestuursaangelegenheid. Waar zelf IMF zich niet aan brandt. Ja, ja. Maar onze rechterlijke macht brandt zich wel eraan. Je bent er om recht te spreken wanneer het bewezen is. En dat is de procedure. OM is er om te vervolgen wanneer is gebleken volgens een procedure die in de wet staat. En die procedure is niet gevolgd. Om te zeggen van wat je hebt gedaan om jezelf te ontwikkelen. Heb je buiten de rechtsregels gedaan. Je bent vervolgbaar. Dus mijn hoop dus maar voor stamatodisch boeng. Maar je begrijpt me, Cliff? Ik volg je helemaal. Dus als dan nou het jammer dat ik het niet pas aan het woord laat. Trouwens, we hadden die afspraak al eerder. Ja, maar ik was toen buiten. Ja. Maar Hoefdraad gaat ook een hoger beroep tegen... Mooie keer dat je vraagt. Ja, ja toch? Ja. Tegen de tweede uitspraak van DNA, toch? Ja. Die zaak is een hoger... Dus hij heeft een gaat eerste... Een van die dagen volgens mij. 21. Ja. Is deze week. Ja. Dus Hoefdraad heeft eerder in eerste aanleg, want dat je dat tegen wat kort gedeeld, dat is naar snelle recht. Tegen wat kort gedeeld, dat rechter heeft een uitspraak. Rechter Takitak, nou hij is, als het in staat van beschuldigingsstelling, dat hij het wil ongedaan wil maken, is niet, want het is terecht. Zo, meneer Hoefdraad, ik wou hoger beroep, en dat de elkaar gaan appeal, en dat hoger beroep gaat dan weer die zaak in behandeling nemen, om te kijken van, want wat meneer Hoefdraad vraagt, is dat die hoge beroepszaak, hoe hij in staat is, aan een afvallende acquisie, code boom, overstand. DNA. Asana, waar hij in hoge beroep is gegaan, nu is zijn in staat van beschuldigingstelling. Dat na atoli voor Awipa, per politiek martaki, hij is wel of niet, hij moet wel of niet in staat van beschuldiging worden gesteld. En mij is dat een journalist, want politiek gaan niet pleiten dat hij want. In mijn regering, de man takitak, hij moet in staat van beschuldiging gesteld. En terecht, dat is ook politiek. Is politiek. Ja. Mie etak terecht, omdat een politiek wapen is gegeven aan de politiek, toch, door de wetgever, om zichzelf te beschermen. En Salem, ik me vind Awipa, wet in staat van beschuldiging stelling, politieke ambtenaar, gewoon onding, omdat we zien het nu in de praktijk. En daarover zeg, daarom zeg dat ik ook kan begrijpen hoe de Interpol loos is schrijven voor autoritie. Want Interpol dat is wachtie. Dus hoe op een wet, per een politieke constellatie, kan tak één straf aan. Dat want trauma, ik kon een trauma tak nog straf aan. Want dat diep zo. Dat diep zo, een trauma tak, je hoeft dat niet in staat van beschuldigingstelling. Maar waar de procedure, dus niet bestaan mijn boom, Alkiman, een procedure fout. Want wat is fout te gaan? Bij Hoefdraad in staat van beschuldigingstelling. Die NDP-regering heeft met de geldende wet een besluit genomen dat een politieke keuze is. Waarover men en wat die assertiviteit bij die burgers moet aanwakkeren is om de procedure te gaan bekijken. In de tweede in staat van beschuldigingstelling onder een andere politieke constellatie die tegen die eerste politieke constellatie is, komt dat je NDP en deze regering, die gaan niet op één lijn. En de man tak ik bij van tevoren dat te onkona macht die we wijzen toe. Dat is alvast een van de eerste fouten. De grootste fout is dat de procedure van meneer Hoefdraad in staat van beschuldigingstelling. En met tak is aanvaard die, ik hoop dat je al hebt begrepen, luisteraar, dat mene tak politiek aanhang of met de kassang, met een samenleving begreep waar het hier om gaat. Toen het tweede in staat van beschuldigingstelling inderdaad kon, vond ik al dat was aan een fout. Omdat de PG toen, waarnemend PG, de PG, procureur-generaal toen, die alleen het verzoek mag doen naar het parlement om een politieke ambtenaar in staat van beschuldiging te stellen, dan volgt ook toe aan procedure. Want de wet. De regel zegt, wanneer je je mag door tweede verzoek, maar dat zegt het reglement, tegen dat tweede verzoek moeten er veranderde omstandigheden zijn, eigenlijk, ik moest echt die wet hebben gebracht, moeten er veranderde omstandigheden zijn die het besluit van die eerste wet onmogelijk maken. Dus ongedaan, dat het besluit niet genomen had mogen worden. Toch? Want er zijn omstandigheden. De PG toen heeft zelf aan het parlement gezegd, er zijn geen omstandigheden, veranderde omstandigheden. Dus en ik ga om Hoefdraad of voel maar, ik ga om een procedure.
politiek heeft da, een wapen. Dat ga je me dan kwalijk nemen als ik dan zeg. Diezelfde PG toen is nu consultant bij de Centrale Bank. Dat is ook zo'n conflicterende situatie. Ook zo'n conflicterende situatie. Dat houdt het toch op. Ja. En kijk, en door deze dingen. En daarom, meneer Santokinom, denk ik dat ik amal is. Want hij wil dat ik heel kritisch ben. Ik ben niet kritisch tegen de persoon Santokin. Let op deze dingen. Let op die. Je gaat toch niet, kijk, een ander voorbeeld. Je gaat toch niet de persoon die in deze Centrale Bank zaak. De ten lastenlegging heeft gemaakt voor die verdachte. Maak het tot consultant. Maak het niet tot in de behalve consultant. Dat is meneer Hoed, dat is de bewaarding met PG. Maar de officier van justitie. Ga je nou opnemen, of er zijn voordrachten gedaan om de officier van justitie op te nemen in die anticorruptiewet. Dus, mevrouw Sintje Klein. Nee. Dus, zij is nou een van de voordrachten om zitting te nemen in... Eindelijk de commissie. Het lijkt op een beloning. En wanneer mevrouw Ferrier nou, dus dat is de moeder van Van Trek. Dus meer attack de zand voor de zandé. Wanneer die vrouw nou, het is heel emotioneel en het is niet echt objectief. Wanneer ze nou ageert, vind ik als persoon rationalist dat ze gelijk heeft. Voorkom dat mensen dit soort kritiek op je hebben. Voorkom reus. Voorkom reus. Je kan niet die officier van justitie, toch? Die dit een lastenlegging heeft gemaakt als vervolging. Waarvan een publieke opinie er is, nu aan het groeien is dat ze een verkeerde. Ik kan haar niet, haar voordraag, het is nog niet goedgekeurd, maar het is niet gezond. Maar officieel is er even niet begrepen. Dat vind ik ook. Want jij hebt dit een lastenlegging gemaakt. Ja. En de PG, die gaat nou in het... Van de Centrale Bank. Waarvan de president zegt dat de Centrale Bank niet goed werkt. Ik zie hoe je erger eraan. Ik erger me niet. Ik wil de mensen goed wijs maken. Je was overtuigen. Let op waarom je bezig zijn. En ik ga om voorkeur voor politieke partijen. Maar wat als hoofddraad dat hoger beroep wint? Zo, mooie vraag, Cliff. Als hoofddraad eigenlijk het hoger beroep wint, hebben wij een groot probleem. Met die hele zaak van de Centrale Bank. Dan gaat hij het niet winnen. Dat kan je bijna al voorstellen. Want dat is alles wat in die zaak teweeg heeft gebracht. Komt dan op losse schroeven. Dan gaat hij het niet winnen toch. En als hij het niet wint. En je mag hierover praten. Als programmamaker en als journalist. Want als ik, mogen we hierover praten. Hoor. Ja, tuurlijk. Want als ik naar je luister. Moet hij het winnen. Als ik kijk naar de procedure en rechtmatigheid. En als hij het niet wint. Dat weet je precies hoe laat het is. Ja. Als hij het niet wint... Want hij moet het winnen, als ik luister naar wat je zegt. Ja, volgens de verkeerde procedure moet hij het winnen eigenlijk. Maar ik ben nogmaals, ik ben geen jurist, ik ben geen rechter. Maar je mag ze mijn brek geven hoor. Ja. Volgens mij niet drapen voor police en thieves. Wilfred, ik heb geen spijt dat ik die andere gasten heb gevraagd. Om ons de ruimte te geven om dit te doen. En zoals ik hier zit, alle oprechtheid. En ik heb dat ook bij jou geproefd. Dat je dus niet hier bent gekroond. Wacht even, ik zie hier een heel interessante app. Iemand zegt, Cliff, let erop. De minister van Bibis is geen minister ad interim financiën. Omdat er geen minister Financiën is op dit moment. Klopt. Dus hij is waarnemend minister van Financiën en Planning. Ja. Heel goed. Dus ik vraag de mensen en ook in de media om daarop te letten. No? Ik denk dat het een goede terugwijzing is vooral naar ons in de media. Ja, nee, maar dit heb ik eerder gehad. Heel goed. Want ik las een bericht van CDS. Oh. Zelfs CDS zegt minister ad interim. Nee. Dat is hij dus niet. Heel goede opmerking hoor, van de persoon. Dezelfde persoon zegt ten aanzien van de heer Lewin. Ten eerste complimenten aan hem en bewondering voor zijn kennis van zaken en keurige uiteenzetting. Ten tweede, in essentie betekent het dat de politiek... Ja, even hoogstort. Ten tweede, mag je wat water? In essentie, kijk eens een kuppes hier. In essentie betekent het dat de politiek... Het land verziekt omdat het doordrenkt is van handelen uit rancune.
De boventoon is niet wat het beste is voor dit land, maar het voorkomen dat een opposant scoort. De motivatie van de politiek om beleid te maken en uit te voeren is niet het welzijn van de burger, maar het bevoordelen van zichzelf, friends and family. Als deze informatie van Lewin klopt, en ik heb geen reden om te twijfelen, dan moet er iets te doen zijn om het recht te laten zegevieren. Anders zijn we echt gedoemd als volk. En ten aanzien van hoe men aan de mail komt, via GovTV, via GovSR, is er een scala aan mensen die toegang hebben tot de mail. Ja, dat staat er. Wilfred. Ik vind deze app een bijzondere app. Ja, je was niet in de uitzending, niet pas. Ik vind deze app een bijzondere app. Vooral het laatste, er moet iets zijn om het recht te laten zegevieren. Ik wil daarop ingaan. Weet je, ik denk dat deze persoon, ik weet niet wie dat is. Ik ga je ook nooit zeggen wie het is. Nee, het hoeft niet. Hmm. Het hoeft niet. Ik hoef niet te weten. Het gaat niet om de personen. Het gaat om dat de assertiviteit en het debat niet moet zwijgen. En deze persoon die zegt is duidelijk. En Miongo intap, er moet iets zijn om het recht te laten zegevieren. Weet u geeft met uw app aan de bezorgdheid in de samenleving. En u geeft met uw app aan dat er iets moet gebeuren. En we hoeven geen vinger te wijzen. Ik denk dat als we een vinger willen wijzen, de vinger gewezen moet worden naar onszelf. Wij hebben één keer in de 5 jaar, hebben wij de gelegenheid om niet op basis van etniciteit, op basis van patronage of voorkeur of liefde voor een leider te kiezen. Als hij nou Boutersen of Santokki heet of wie dan ook. We moeten, wat u zegt in uw app, we moeten gaan naar een politieke constellatie kiezen op basis van de issues. Op basis van vooruitgang voor u, op basis van vooruitgang voor uw kinderen en op basis van vooruitgang voor uw land. Zo moeten we, dat is die kentering die moet komen in Suriname wanneer we kiezen. Want ik ben nu bijna 50 jaar oud en sinds mijn grokong, mijn shitak is er lang in fit aan je ontwikkeling. Toch? Mijn studeer af, ik heb plannen gemaakt, je komt er niet aan toe. Toch? Op een onafhankelijke manier, als je intern corrupt. Dus dat wil zeggen, je moet met issues kiezen wie jouw kinders belang, wie jouw belang, het belang van jouw kinderen en het belang van het land behartigt. En niet op basis van patronage en op basis van etniciteit. Dat is die rechtvaardigheid waar we moeten werken. En het mooie is dat u één keer maar in de 5 jaren het recht hebt om te kiezen wie dat belang gaat behartigen. En zo moet u naar de stembus gaan. Dat is die oplossing die u vraagt in uw app. U heeft één keer in de 5 jaren de gelegenheid. Kies op basis van issues. Niet op basis van etniciteit, van patronage of alleen maar loyaliteit. Natuurlijk mag dat ook meetellen. Maar zoals u dat zegt in uw app, er moet iets gebeuren. Die vinger wijst naar ons allemaal als burgers. En weet je wat ik als aanvulling heb? Ik was even naar de kleine kamer, dus meneer zei Taki, maar ik hoor je praten over kiezen op basis van. Ik keek naar het debat, ook al heb ik de helft niet verstaan, van Bolsonaro en Lula. Ja. Kan de SVJ geen niveau opkrikking geven aan de verkiezingen? Want ook al hebben we geen rechtstreekse presidentsverkiezingen, zou het toch mooi zijn als SVJ, als onafhankelijk orgaan met onafhankelijke mediamensen, het op zich zou nemen om verkiezingsdebatten te organiseren. Dat is inderdaad waar. Ja, het moet komen. Het moet echt goed georganiseerd worden. Ja, toch? Ja. Kijk, de VES heeft wel een goed debat, hoor. Maar het kan ook door de SVJ gedaan worden, een onafhankelijk debat. Of in samenwerking met de VES. Of in samenwerking. Ik vind VES een van de meest onafhankelijke. Onafhankelijke en ze zijn consistent
in het geven van hun argumentatie. Consistent wil dat je de man heeft, look at Cliff de No en no Wilfred de No. Even leek het alsof ze echt tegenboden ze waren, maar hoe ze nu op dezelfde manier. Dat is manier. De vraag die ik heb gemist. De kritiek van nationalisten tijdens Boutersen. Ja. Maar dat is niet waar hoor. Ik zou niet eens erop reageren. Maar meneer Takwas aan toch. Tijdens Boutersen hebben we zodanig kritiek geleverd. Het product van onze kritiek is deze regering. Niet dat we voor deze regering zijn. Hmm. Maar het product van onze kritiek als media is deze regering. Ik weet nog dat jullie zoveel kritiek geleverd hebben. Ik weet dat er was een moment met, waarbij jullie kritiek hadden op de toenmalige perschef. Ja. En dat op het kabinet. Ja. Weet je nog? Ja. En dus het klopt helemaal niet. Dat is ook zo een doctrine, een dogma van het huidig beleid. Om te zeggen dat we toen geen kritiek hadden. Weet je? Er was kritiek. Weet je waarom die kritiek nu een ander cachet heeft? Die kritiek heeft nu een ander cachet. Omdat de belofte die is gedaan. Om datgene wat is gepresenteerd als een algemeen maatschappelijk kwaad. Af te doen, precies hetzelfde karakter heeft. Daarom heeft het cachet van de kritiek een apart accent. Omdat je ziet eigenlijk dat je eigenlijk geen verandering, er is geen verandering. Daarom dat het accent zo zwaar is. En nogmaals, Temigua scoren, toch? Temigua scoren, dan word je niet afgerekend. Of je blijft niet zitten op basis van het systeem. Je blijft zitten of je gaat over op basis van jouw eigen prestatie. Wat de vorige regering, en ik heb al aangegeven wat ik vind van het economisch beleid van de vorige regering. Wat de vorige regering heeft nagelaten is je uitgangspunt, Cliff. Dat na zijn committee. In aanloop naar een verkiezing, ik tegen mijn burger, Lufluki Ching. Zo wat doen we zitten kon. De Anama City. Ik bedoel deze regering? Ja. De ik kon. Zij had vorige regering Libië. Dat naar je uitgangspunt. En dat ik ba. Dat uitgangspunt nog weer mooi. Daar moeten we, ik vind dat we als samenleving daarover wel iets moeten zijn. If we is nu naar NDPR. Dat uitgangspunt nog weer mooi. Want de feit is. We hebben een schuld van 4 miljard. Hebben mensen van de vorige regering tegen jou. Of aan jou van toegegeven van AI werkelijk? Niet aan mij, publiekelijk. De leider van de vorige regering heeft gezegd, meneer Boutersen heeft gezegd, we hadden een sociaal gezicht, toch? En we waren te veel opgericht. En er waren te veel mensen bij de vorige regering die het niet goed meenden, verkeerde. Niet aan mij, publiekelijk heeft meneer Boutersen dat gezegd. Dus daarover moeten we eens zijn. In een loop Boutersen waar hij zelf ook toegeeft dat die dingen fout zijn. Anders ben je niet goed bezig. Toch, meneer Boutersen heeft zelf aangegeven dat zaken fout zijn gelopen. Toch? En dat die regering van hem een sociaal gezicht had. Een sociale en die sociale paragraaf is ook tot zijn recht gekomen. Zoals het uit moest komen. Dus we moeten daarover wel eerlijk zijn. Als we niet eerlijk zijn mensen over onze politiek. En dat we alleen maar letten op etniciteit. En op lijken op wie en op een loyaliteit. Je moet gaan voor issues. En je mag je voorkeur hebben voor een politieke partij. Maar zorg ervoor dat jouw voorkeur te maken heeft met nationale ontwikkeling. De toekomst van jezelf. De toekomst van je partij. En de toekomst van je kinderen. De toekomst van je land en de toekomst van je kinderen. Ik heb een keertje in een analyse gezegd dat politieke partijen meer moeten gaan doen aan wat ik nu bezig ben te doen. Het onderwijzen van hun leden, van hun mensen, hoe zij ontwikkeling moeten brengen samen met die partij. Toch? Volgens mij heb je een natuurlijk voor. Bijna niet. Als een tijdje maar vorige week. Meer lezingen, meer discussieavonden. Ik heb geen tijd om naar de radio te luisteren. Ik weet heel weinig. Maar we moeten politieke partijen moeten meer gaan doen aan scholing. En de discussie moet meer gaan op issues. Natuurlijk. Ja, en wanneer die politieke partij die hebt gekozen op basis van issues niet doet wat hij zegt, dan moet je hem afrekenen bij de verkiezingen. Toch? Of je moet hem een kans geven in de hoop dat het beter wordt. Maar je moet
op basis van issues moet jij je stem geven en niet op basis van gewoon loyaliteit of op basis van ideersamang of op basis van cultuur. Ik vind het jammer, ik was laatst bij de universiteit een paar maanden terug en een vrouw is afgestudeerd Cliff. Is dat van vrouw Taki? Vrouw Taki, we zijn nog zeker 30, 40 jaar gaan we vastblijven aan het etnisch stemmen in haar afstudeerpresentatie. Ik denk dat het zo lang gaat duren. Dus in haar onderzoek, hè? Als er niet bepaalde dingen gebeuren. En voor mij was als dat zo is, hoe zou Santoki dan op de stoel zitten? Hij is niet aan die 20 zetels gekomen, alleen van hen te staan. Hè? Nee, dat klopt. Ja, toch? Dat klopt. Maar het is wel evident dat gestemd wordt op basis van etniciteit, op basis van loyaliteit. Maar jij, even daarop inhaken, het stemmen nu blijkt, dat het stemmen op meneer Santoki niet zo is van issues. Het heeft niet met issues te maken. Wat ik wel vind dat moet gebeuren. Het heeft te maken met wegstemmen die wegstemmen van Boutersen. Ja. Toch? Ik ben, als ik tegen een bepaald regime ben, ga ik niet voor een ene regime stemmen om die ene weg te stemmen. Alles dat komt is goed. Het is fout in onze ontwikkeling. Je moet stemmen op issues. Maar dat hoor je mensen nu reeds zeggen. Ik hoor mensen zeggen. Ja, mensen zeggen het maakt niet uit wat er wie ook komt door als Santoki maar weggaat. Het is fout. Je moet niet stemmen tegen Santoki. Je moet kiezen voor. Je moet kiezen voor. Iets voor een politieke constellatie. Voor een programma. Toch? En je moet dat programma moet je volgen. Kijk, in Nederland hebben ze zo'n lange discussie over stikstof. Mm. Over een paar onderwerpen. En dan is er een televisieprogramma waar mensen in de partij komen om vragen te stellen. En dan hebben die mensen kritische vragen. En dus, je praat over van het SV-programma. Dus soort dingen moeten we doen als media. Het is jammer hoor, maar sorry dat ik moet talking, maar ik merk dat er media is die klakkeloos napraat. Klakkeloos mede propaganda maakt voor de regering. En de regering denkt dat het goed is. Want ik heb een keer de president horen zeggen op een station. Dat het zou belangrijk zijn als de onafhankelijke media meedoet met zijn programma. Toch? Je moet als politicus moet je je schamen om dat te zeggen. Wanneer je respect hebt voor de onafhankelijke pers, dan ben je goed op weg. Omdat de persvrijheid een van de pijlers is van democratie. Om kritisch het beleid te begeleiden. Dan moet je niet zeggen dat het goed is als de onafhankelijke pers, media en jouw programma, jouw beleid. Je moet juist oproepen om het beleid kritisch te argumenteren. Wij hebben bij de SVJ op een gegeven moment gezegd van, CDS, alsjeblieft, noem ons geen partners. We gaan nooit partners zijn. We zijn geen partners. Omdat mensen, en we moeten ook de gemeenschap opvoeden, media, de persvrijheid, wil zeggen, is een pijler van, we zijn geen vierde macht constitutioneel, maar we zijn wel een vierde macht de facto, niet de jure. De jure wil zeggen wettelijk. Niet de jure zijn we geen vierde macht, want telejournalisten maken die fout. Maar de facto zijn we wel een pijler van de democratie. Een bewaker van de democratie. We kunnen nooit en te nimmer een partner zijn. Nog van de overheid, nog van de kerk, nog van welke financiële instituut. Kunnen we nooit partner zijn. Dat is journalistiek, dat is persvrijheid. We zijn bewakers van, medebewakers van de democratie. Dat moet ik mijn tak voeren. Ik denk soms, jongen, ik praat te lang, sinds hoe laat je al bezig was. Maar je weet niet hoe interessant dat is. Maar er moeten meer mensen zijn die die gemeenschap voeden in hoe in onze assertiviteit, hoe we politiek betrokken moeten zijn, hoe we naar dit zaken kijken. En ik kan mensen zoals die laatste bellen, ik kan het goed begrijpen, allemaal lopen een bepaalde politieke constellatie. Maar je moet ook naar je eigen constellatie durven kritisch te zijn. Anders heeft het geen zin. Dat noemt men eigenlijk populisme en polarisatie. Toch? Dus ik kan mij schelen als Santoki of Boutersen of Venetiaan of wie dan ook mij kwalijk neemt. Ik ben in mijn beroep heb ik een taak om de gemeenschap te leren om democratisch te zijn. Ik heb laatst ook dingen gemaakt in een artikel over het advies van meneer Venetiaan. Toch?
aan zijn partij en aan de samenleving. Ik heb dat. Het gaat erom dat het debat nooit mag nooit mag zwijgen. Mensen moeten assertief zijn en eerlijk. Wees naar je eigen partij. En partijliefde mag er zijn. Maar je meent alleen maar goed met je eigen partij wanneer je kritisch bent en ze helpt om democratisch te zijn. Want we leven in een democratische samenleving. Dan maar dan echt de laatste berichten lezen. Zelfs jouw hond, zelfs de hond van jouw buren is het eens met Lewin. Ik hoor hem dwars door jouw uitzending blaffen. Ja, dat gebeurt vaker tijdens Baganda Toria, maar enthousiast. Ik moet de buurman vragen hoe hij heet. Het klopt niet dat de pres in... Het klopt niet dat de president DNA kan ontbinden. Die baliske zullen die meneer Van der Sanjara. Misschien moet meneer Lewin met zijn journalistieke achtergrond op een onafhankelijke locatie een lezing houden over dit vraagstuk, zegt Marijke. I think you're right. Maar zoals ik het begrijp, dan is er op bestuurlijk niveau, dan zijn er verkeerde handelingen gepleegd. Maar is er bestuursrecht om deze handelingen strafbaar te stellen? Als dat er niet is, dan kan, men hoefraad toch niet veroordelen. Er was voor de minister van Financiën geen persoonlijk gewin. By the way, ik heb niet vanaf het begin geluisterd hoor. Dat heb je heel veel gemist. Cliff, hoe typeert Lewin zijn collega bij ABC? Die tot nu toe met betrekking tot deze case met een wetenschappelijk opleidingsniveau de publieke opinie zo pro-VAP hebben gevoed. Ik kan bijna zeggen dat hij daar niet op gaat reageren. Als ik hem ken. Gaan wij geen problemen krijgen als Hoefdra de zaak wint en een grote schadevergoeding eist en ook in die case van Trikt en consorten. Goedemiddag, als IMF zelfs aangeeft dat de maatregelen van de centrale bank die toen genomen waren goed waren. Ik ben dan niet eens met wat Lewin zegt dat Hoefdraad geen goed werk had verricht. De vorige PG was altijd een pion van de VAP. En hij is beloond voor zijn diensten van toentertijd om als consultant te werken bij de centrale bank. Dus eigenlijk gaat hij die functie niet moeten aannemen. Ik heb niet gezegd dat Hoefdraad zelf geen goed werk heeft verricht. Ik heb gezegd de structuur, de beleidsmaatregelen waarin Hoefdraad heeft gefunctioneerd, heeft niet geleid tot economische, monetaire oplifting van de samenleving. Ja. De persoon Hoefdraad bespreek ik niet. Ja. De verhandelingen, dat is voor de rechter. Goedemiddag, Lim. Het was zeker top dat jij de tweede persoon hebt gevraagd om morgen te komen, zodat wij goede nota kunnen nemen van wat wel of niet goed is gegaan bij de zaak financiën. Goedemiddag. Het recht moet zegevieren voor meneer Hoefdraad. Bedankt voor deze zuivere uitzetting. God houdt van recht en waarheid. Ik voel me aangesproken hoor. Ik heb niet voor deze regering gekozen. Goedemiddag meneer Lim. Hoefdraad heeft de zaak van Trik ingediend bij OM voor onderzoek. Omdat Kerpelani de kies van Trik heeft laten onderzoeken bij zijn advocaat Narendorp. Dit deed Kerpelani om buiten schot te blijven. En Hoefdraad had toen geen keus dan de zaak te laten onderzoeken. Klopt. Meneer Hikmaat, die geeft mij hier een artikel. Schaffering van coalitie of zelfverheerlijking. Morgen gaan we hem aan het woord laten. En daarom deze app van mij. Ze zijn te kwade trouw misleidend geweest, meneer Cliff. Wij konden nog eten bij de vorige regering, maar bij deze hou je geld maar voor 2 dagen. Cliff bedankt en bedankt ook Lewin voor dit gesprek of programma met hem. Hoop dat de andere programmamakers ook hebben geluisterd. Ze kunnen een voorbeeld nemen. Was leerrijk, goed en hij is heel scherp in zijn observatie geweest. Meneer Lewin, mensen hebben alle recht toch om de regering Bouterse beter te vinden dan Santokki. Absoluut. Als Hoefdraad in hoger beroep de zaak verliest, maar hij heeft ook een advocaat van het buitenland in de arm genomen. Hoe staat het dan? Middag Limbo. Ene Nawara komt wel met veel info. Als ze werken bij een media die aan de regering hangt, daar komt niks naar buiten.
De vragen die men soms stelt en niet echt beantwoord krijgt, laten ze dan blauw-blauw. Lijkt niet alsof men vooraf bedenkt wat voor vragen ze mogen stellen. En mediahuizen bepalen welke info naar buiten komt. Ze verdienen aan de regering. Hoefdraad heeft iedereen omgekocht. Hoe was de relatie Lewin-Hoefdraad? Zo. Ja. Goeie vraag. Hoe was de relatie Lewin-Hoefdraad? Goeie vraag. Niet stemmen tegen, maar voor iets. Mensen, dat waren echt... Laat me even kijken als er die andere dingen zijn langsgekomen, want het is al 5:08. Oh ja, ik zie hier... als dit alles klopt, mogen Parag Singh en Kuldip Singh per direct hun ontslag indienen. Rechterlijke macht is gekoopt door Chan. Kan je Willy vragen of op basis van zijn uitleg de PG en rechter Kuldip Singh de eer aan zichzelf moeten houden en opstappen? Goede, nuchtere analyse trouwens. Heb zijn stuk ook gelezen. Tot slot, ik raak mijn telefoon niet aan, want anders gaan we door tot 6:00. Wil je nog reageren hierop? Kort. Er is vaak over Kirpelani ook gesproken. Ja, en je moet sommige mensen... inderdaad, die ene apper heeft gelijk, meneer Kirpelani. En in de opinie is ook gevraagd, waarom is meneer Kirpelani opgeroepen? Dus dat is inderdaad zo. En ik blijf erbij. Politiek speelt daar. En het probleem is dat we hebben ook gezien bij de SLM, is het raden van commissarissen, Cliff, vaak vrij uitgaan. Terwijl die mannen, je moet het belang van de aandeelhouders, en vaak bij de overheid is dat alleen de overheid, moet je controleren. Toch? Je moet je werk controleren. Maar vaak zie je die aandeelhouders, de raad van commissarissen, direct betrokken is in de uitvoering. Hebben we duidelijk gezien bij de SLM. Dat kan niet. En ze gaan altijd vrij uit. Dus ik vind van dat ook in het geval van de centrale bank, meneer Kirpelani en de raad van bestuur ter verantwoording moeten worden geroepen. Want zij, en er is niks in de rechtszaak. In die rechtszaak is het woord RVC is ter sprake gekomen. Terwijl ze eigenlijk het controlerend orgaan zijn. Hebben zij niet op tijd gezien dat zaken verkeerd of niet verkeerd gingen? Hebben zij... Zij moeten toch het belang van de staat. Toch? Dus die rol van meneer Kirpelani om het onderzoek intern te gelasten, daar zit ook een luchtje aan. Want als je gaat kijken naar hoe dat is gekomen, dan is er ook iets politiek. Maar ik ga daarover niet ingaan. Het is wel gezegd in die rechtszaak, maar ik ga daarover niet op in. Wat was er nog meer? Ik heb... bestuursrecht. Nee, je heeft laat aangezet. Er is geen bestuursrecht in Suriname. En ik zei al, artikel 35 van de grondwet, die maand ons aan, of het uitvoerend beleid, om te werken aan een orgaan die de politieke handelingen in een regering kan beoordelen. De anticorruptiewet, die praat over een commissie die eerst de corruptiehandelingen moet vaststellen en het bewijs moet leveren voordat we kunnen gaan naar een strafrecht. Nogmaals, deze zaak van de centrale bank is op basis van de anticorruptiewet die niet volledig is, waarvan die commissie er niet is, en niet op basis van het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafrecht geeft wel handvaten om wat er in deze zaak gebeurd is te kunnen beslechten. Maar de ten lastenlegging, dus de beschuldigingen, zijn op basis van de anticorruptiewet. En er was nog één ding, dat van IBC mensen. Ik heb er een eigen mening over, maar die mensen hebben een goed recht. Ik ga mensen niet bespreken in de uitzending. Zij mogen kiezen en u mag het beoordelen. Maar ik geef wel aan hoe journalistiek zich moet bewegen. Ik geef wel aan hoe onafhankelijk wij moeten blijven. En ik geef wel aan dat het debat moet blijven bestaan en dat de journalistiek het nieuws moet maken en we heel kritisch moeten zijn zonder dat mensen ons kunnen beschuldigen van partij kiezen voor een bepaalde partij. Ik denk dat de vragen waren. Wilfred, ik ben blij dat je dus bent ingegaan op deze spontane uitnodiging. Dat we ons niet dagenlang hierop hebben voorbereid. En dat je dus heel open en eerlijk en met het hart op de juiste plek als echte mediaman, nee, als echte journalist de zaak hebt benaderd. En ik heb je niet zomaar gevraagd,
Omdat Ivolga staan in jaar, nou, jaren, al een hele poos, schreef een aantal artikelen erover. Heel objectief overigens. En jouw objectiviteit heb je dus wederom tijdens dit programma gedemonstreerd. Want je hebt ook aangegeven hoe je dus aankijkt tegen. Je hebt gewoon gezegd dat dankzij de beslissingen van Hoefdraad zitten we in deze Big S. Ja, binnen het politiek bestuur waar je zet, zijn er beleidskeuzes gemaakt die niet hebben geresulteerd in een beter Suriname. Ja, dat is belangrijk, dames en heren. Dat geeft dus aan dat hij dus niet hier gekomen is om een loftrompet te blazen. Absoluut. Toch? Voor Hoefdraad. Bedankt. Wat is het vervolg in die case? Dus vandaag was de regie. Regie is dus om te bepalen. Vandaag was de eerste dag van hoge beroep. Hoe die hoge beroepzaak zich gaat voortzetten. En als er getuigen, welke getuigen opgeroepen gaan worden. En ook, de procedure van procederen in deze hoge beroepzaak. En hoe de verdediging van die verdachten gaat bijdragen aan het hoge beroep, aan die hoge beroepzaak. En ze hebben vandaag de verdediging heeft aangegeven en besproken met de rechter of het hof, hoge beroep, dat zij zich het recht willen voorbehouden om dus getuigen te kunnen oproepen. Dus dat is eventueel mogelijk in het proces van die behandeling. En dan krijg je dus, dat wordt uitgezet. De repliek, mensen gaan misschien gehoord worden. En eigenlijk bij een hoger beroep begint de behandeling helemaal opnieuw. Hè? Soms, waardoor het een heel lang proces kan worden. Maar soms kan het ook snel gaan als verdediging en openbaar ministerie op een bepaald punt elkaar kunnen vinden. Dus we moeten even afwachten. Maar in elk geval wordt de zaak in behandeling genomen. Ik schreef vandaag in de Ware Tijd dat het een ander gezicht kreeg. En blijkt dus dat mijn analyse klopt, want vandaag al heeft de verdediging zwaar gebeuk op bijvoorbeeld die rapporten van internationale instituten op het bestuursrecht. En, is dat het andere gezegd? Voor mij is het omdat, kijk, we hebben al die tijd gefocust op die alleen de lastenlegging, weet je? En niet zozeer op wat buiten die telastenlegging. En als je mij vraagt, is het ook iets van de politiek, die telastenlegging van die man. Kijk, bijvoorbeeld, er leeft nog steeds iets in de samenleving. De man voert aan money. Zelf in die vonnissen, toch, wat die ik zeg dat niet alles klopt, maar zelf in die vonnissen staat er nergens dat die mannen gestolen hebben. Maar in de samenleving. Is gevoed. Maar voer hem niet naar de centrale bank. Klopt niet. En alleen bij meneer Hoefdraad, omdat het niet bewezen is, laat maar het zeggen, omdat het niet bewezen is dat die man voer, zijn ze daarvoor niet gevonnis. Maar bij meneer Hoefdraad, omdat het niet bewezen is dat voer hem niet, heeft het Openbaar Ministerie gevraagd bij het vonnis in 2021. Rechter, geef ons toestemming om na te trekken. Dat is een vermogen. Als die man, wie de rechterlijk voordeel, dus dat wil zeggen, ik heb het eerder uitgelegd, wie de rechterlijk voordeel, hij heeft dingen gedaan voor de staat, maar in hem doet zijn voor de staat, nu, toen heeft de rechter, die de OM gevraagd, geef ons toestemming, en dat is toegewezen. Maar nergens in de vonnissen, geen van de vonnissen staat, dat ze zijn veroordeeld voor die staat. Maar hebben ze al onderzocht wat hij aan vermogen? Dus het OM moet dat ook nog een blijk van geven, of bekendmaken van dat er... Maar iemand stelde ook die vraag, moet die rechter, even bij de rechter, wie wil hier ferry, man? Waarom? Alles wat je hebt opgebracht. Ja, kijk. En ook dat van Interpol. Kijk, dat van Interpol vind ik erg. Ja, toch? Vind ik erg. Je bent hier ferry, de rechter. Ja, de rechter, kijk, en dat wil ik ook de mensen oproepen. Hè? Wat ik daarmee bedoel te zeggen, je moet doorgaan in het land, hè. Je moet met opgeven hoofd kunnen blijven rondlopen. Horen dat die rechtsstaat recht is. Dat is het allerbelangrijkste voor bij elk mens, ja. Bij iedereen. Ja. In welke positie je ook zit. Ja. Kijk, en nogmaals, de regering moet bepaalde dingen voorkomen. Dat de rechter, want ik geloof in de rechtsstaat. Ik twijfel wel aan het Openbaar Ministerie. Maar ik geloof in de rechtsstaat. Anders
is alle hoop verloren als we gaan twijfelen aan de rechtsstaat. Maar ik twijfel wel aan de positie van het Openbaar Ministerie. En ik vind dat de politiek, de regering moet voorkomen dat in de samenleving zoiets ontstaat dat het OM... Een verlengstuk is. Een verlengstuk. Dan moet je mevrouw Seentje, hoewel ze het recht heeft, niets verbiedt haar. Maar voorkom het. Zeg gewoon van luisteren. Nee. Jij hebt de lastenlegging gelegd tegen die mannen bij de centrale bank. Ja. Toch? Er is... ga niet in die commissie. Laat meneer de ex-PG nog geen consultant zijn. Want de regering zegt nog steeds dat die centrale bank niet deugt. Maar die PG die start van beschuldigingsstelling heeft gedaan, twee keer toe, zit nu wel als consultant daar. Ja, dus... Terwijl de IMF en IDB zeggen, wat die mannen hebben gedaan die daar zaten, die projecten zijn goed. En dan gaan, dus je ziet de conflicterende situatie. Ja, maar dat blijkbaar. Je is maar voor een man bij Lee. Lerin en Poerdong. Precies. Want APG, Matai Elk, APG, voormalig PG. Guascore Moromi, 100.000. Ja. Maar Guascore Moromi. Maar zelfs Mibotaki Mino aan functie dat hij. Ja. Weet je wat de positie van de PG ook discutabel, toenmalige PG ook discutabel maakt? Mm. Het conflicterende maakt is het dispuut dat hij bijvoorbeeld heeft gehad met een van de mannen die hij moest vervolgen, die was aangewezen als een van zijn forensische onderzoekers. De voormalige PG, dat is ook niet zo goed in de media gekomen. Maar het zijn dingen waarover we moeten praten om te begrijpen dat zaken niet kunnen. Het was een persoonlijk conflict. Toch? En wie is die man? Het is een van mij, meneer, ik ben zijn naam, het is geen Peter, toch is het Peter? Ik ben even zijn naam kwijt. Het is meneer Peter volgens mij. Is een van de mannen die hij moest vervolgen. Dan moet je zeggen van, ik neem afstand van bepaalde dingen. Ik ben wel procureur-generaal. Vanwege de... Yes, ja. En er was een dispuut tussen... We hebben dat niveau niet in Suriname, mijn vriend. Nee, maar het is heel kwalijk. Er was een dispuut tussen meneer Hoefdraad en de PG over het betalen van die man. Die ene van het moet de PG betaald worden, die PG van het minister Hoefdraad betaald worden. Dus er zijn heel wat details in deze zaak van de centrale bank waarvan je zegt van, doe het ding op een juiste manier. En ik zeg niet wie gelijk heeft, ik zeg alleen maar... Wil er verder zijn. Ja. Wilfred, thanks for coming. Dat was een mooie baganatori, dames en heren. Bedankt voor uw begrip, bedankt voor... Het feit dat u dus ons de ondersteuning, in die zin ondersteuning, dat u begrip hebt weten op te brengen voor het feit dat we gevraagd hebben aan de andere gasten om ons toch de ruimte te geven om dit af te maken. We bedanken de journalist, de gewezen voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Wilfred Lewin, voor het willen komen naar de studio om de zaak nader te bespreken, nader toe te lichten. En we hopen dat we u getriggerd hebben om deze zaak vooral goed te volgen, beter te volgen. Voor de rest wil ik u een mooie bakana toe wensen. Het is heel ver uitgelopen. Maar we besluiten zoals we dat altijd doen met Biggie Alasma. Blijf onder alle omstandigheden nuchter. Noem ik politiek chatrobi tussen uno. Ik verzoek u ook altijd, zoals we dat iedere middag zeggen, abire spiki makandra, zeker ook voor de biggismas onder ons en voor zwangere vrouwen. En dat we de fatsoensnormen onder alle omstandigheden in acht proberen te nemen. Dat is de standaard boodschap in Baganatori. We zijn er weer met Gods wil morgenmiddag om 14:15. En dit vraaggesprek is later op de avond op YouTube te bekijken. Wilfred zit nog even hier. Als je hem even wilt spreken, kunt u bellen. Heel kort, maar bel snel hoor, want hij gaat niet te lang blijven. Hij is op 547-331. Op dat nummer is hij. En ik ga er niet uit afvallen als ik het gewoon rinkelen. En dan gaat hij zelf opnemen. 547-331, als er iets is wat u de man wil zeggen, of als u misschien niet op dit nummer, maar op, want ik zie mensen bellen op 330, nogmaals, u moet bellen op 547-331.
547-331. Misschien is er een vraag, misschien heb ik een vraag over het hoofd gezien. Of misschien wenst u te reageren. Nogmaals, 547-331. Dat was Baganatori voor vandaag. We zijn er weer morgenmiddag om... Ja, dan mag je zelf gaan opnemen. Wilfred loopt naar de telefoon, hij gaat zelf opnemen. En als u nog probeert te bellen en het is bezet, dat betekent dat hij nog aan die telefoon is. Met de persoon die dus nu aan de lijn is. En hij gaat echt maar een 10 tot 15 minuten hier blijven. Dus hou daar rekening mee. Daarna gaat niemand opnemen, want dan gaan we weg. En dan ga ik lekker mijn bruine bonen met groente eten, zonder vlees. Want mensen hebben gezegd, die wangen worden weer bol. Dus geen vlees, alleen bruine bonen met groente. Goedemiddag, morgenmiddag 14:15, de nieuwe BT. Love you.